You're listening to the Fuckcast. Fuck <laughs> Het is vandaag zondag 30 oktober. En ik zit hier uh, via Zoom tegenover uh, de vrolijke uh, uh, Alex Agnew. Hey. Goeiedag. Je ziet er Hallo. zo vrolijk uit. Dus ja? Dan zie oh, right, cool. ik er vrolijk uh, uit. En Ik ben gaan eten in de Sail and Anchor er juist. Uh, Alright. Dat is zo'n uh, uh, Engels restaurant eigenlijk. Maar zowel ja. bij... Allee, betere keuken, zal ik maar zeggen. En dat, is wel, dat was Sunday Roast. Hè, dat doen die dan zo op zondags, middags. Ja. Maar het eigenlijk een vaste menu. Hè, dus je gaat er gewoon naartoe en je krijgt dat. En ik ben dat zo gaan doen met uh, uh, William Boeva, dan Andries en dan Aldo. Dus wij gaan dat vaak met vier doen, zowel eten op zo van die plekken dat je denkt: oké. Okay. Vaak door de William aangestuurd, omdat hij zo de koning is in uh, vettig eten dat toch kwaliteit ja, is. Ja, daar, ja, ja. Daar is hij een heel goed in. Je vindt ook het altijd is een van die. Zeer goed bruggetje. Mm -hmm, mooi zo. <laughs> ja, ons onderwerp over vettig eten gesproken. Wie mm -hmm. was de koning van het vettige eten? Elvis Presley, dames en heren. Ja, de koning. Iets minder bekend was dat dat ook de koning van de rock en roll was. Ja, maar vooral van de smeerlapperij. Van smeerlapperij. Daar was hij in het wel heel goed in, ja. Inderdaad. Voilà, dus zo heb ik het naar ons onderwerp toegebogen. Mooi Goed, zo ben ik. Well done you. Well done. We gaan het vandaag hebben over Elvis Presley. Vanwege de biografische film Elvis, gemaakt door Bas Luhrmann... Ja. Uh, die nu uit is op Blu-ray, en ik ja. de, die op uh, Blu-ray gekocht heb en bekeken heb. Jij mm -hmm. hebt die wellicht in de cinema gezien. Ik heb die in de cinema gezien en misschien ook nog wel heel uh, onvoortuinlijk, maar tegelijkertijd mooi uitkomend voor deze podcast. Is ook de laatste. Van het uh, Million Dollar Quartet overleden uh, deze week, namelijk Jerry Lee Lewis is gestorven. Ja, juist. En een van de bekendste uh, sessies ooit in een studio, dat trouwens opgenomen is, er bestaan opnamen van. Mm. Dat, dat, is in de, dat is de Million Dollar Quartet, zoals dat heet. En dat was Elvis, uh, Johnny Cash, Carl Perkins en uh, Jerry Lee Lewis. En Jerry Lee Lewis was de laatste van de vier. Dat nog leefde en die is nu uh, deze week ook van ons heen gegaan. Dus er is er nu echt geen ene meer over van heel die ploeg. Uh, daar dus, is het, uh, de, de Great Balls of Fire film is zeer goed met uh, Dennis Quaid. Dennis ook, Quaid, hè? ja klopt. Hele leuke biografie ook. En een hele ja. jonge Winona Ryder trouwens. Die ah, dat ja. dan. Uh, die de vrouw, allee, he, want die is getrouwd met zijn 13-jarige nicht of zoiets. Wat, ja, ja, die hem, was wel ja, ja. Wat hem in de tijd ook niet heel veel populaire publiciteit <laughs> heeft opgeleverd. Ook niet, Behalve in het zuiden van Amerika, waar dat gewoon normaal is. Daar, daar lag er niemand van wakker. Dat was al blij dat zijn zus niet was. Dus uh, ja, maar het, het, maar het, goede, het goede was: er zit ook een hele, hele mooie scène in die film dat hem zo vertrekt uit Engeland. <laughs> En dat hem zo heel veel gezever heeft gehad over dat feit. En dan zegt hij zo tegen en dan zegt zo'n een, een, een reporter tegen, het, hè, tegen Dennis Kweetje dat dan. Jerry Lee Lewis speelt... You have, Mr. Lewis, do you have any last words for England? En dan zegt hij... Yeah, England can curse my ass. <laughs> Dat is echt uh, ja, best, uh, best ook wel een redelijk heftige film. Maar ja, wel, ja, goed, goed. gemaakt. Ja, uh, heel goed gedaan. Die ja. wil wel ergens liggen ook. Heb ik nog ja. lang geleden bekeken. Maar, maar goed, je, hebt hem, je hebt hem net bekeken, of wat? Ik Fok, heb hem uh, juist op Blu-ray gekeken. En het is natuurlijk wel... Omdat het visueel wel een soort spektakel is... Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat hij in de, in de cinema uh, uh, wel de moeite is. Ja, ja dat, was, uh, dat was redelijk indrukwekkend. Hè. Het is natuurlijk een Bas Loerman-film, dus moesten ja. mensen fan zijn van, dan uh, ga je ook fan zijn van deze film. Maar als je die ja. daarentegen haat als de pest, dan geeft hem u ook geen enkele reden om hem niet te haten. Want hij doet eigenlijk wat hem in veel films doet, namelijk heel ADHD en heftig beginnen. Ja. En dan meestal kalmeren die is zijn films. Normaal dat die... Hè, wat ook met een Dezen het geval is, dat hij ja. meer en meer dan zo'n vooral wel vertelt. Maar zo die eerste jaren, er wordt deur gevlogen, dat houden we niet meer voor mogelijk. Hè. Ja, voor de mensen die het niet weten, Bas Lerman is de regisseur van Moulin Rouge. Mm -hmm. En de uh, uh, Romeo en Juliet met. Uh, met uh, Leonardo daardoor de hele. heeft ja. ook Australia, Great Gatsby en Strictly Ballroom gemaakt. Uh, hij mm -hmm. heeft een aantal dingen gedaan. Maar. Moulin Rouge en ja. Romeo and Juliet zijn wel zijn twee bekendste films wat dat betreft. Hoewel ja. Great Gatsby ook weer een heel bekende visuele stijl heeft, waar ja. wel veel dingen iets van hebben overgepakt. Hè? Of, of dat die toch wel zo... Dus dat is wel altijd indrukwekkend bij Baz Luhrmann. Die ook van... Er die... is ook altijd heel veel kleur op het scherm. Er is heel veel aan het gebeuren. Zo. Dus dat ja. is wel heel... Het is geen realistische... Verteller, nee. hè? Het is geen, het is, nee. je ziet niet wat er, hoe het er letterlijk naartoe gegaan is. Uh, 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 zeker visueel niet, het is mooi gekleurd. Iedereen is, ziet er allemaal te mooi uit of zo. Ja. Weet je wel? Mm -hmm. uh, en daar moet je wel voor zijn, natuurlijk. Het is een hele romantische ja. manier om het voor te stellen. Ja, het, is hè? De, het is de mythe. Hè? Dus dat, ja. is, dat is hetgeen dat je er wel bij moet pakken, waar iedereen op zijn eigen manier doet. Oliver ja. Stone heeft dat gedaan met de doors. Waar ook heel ja. duidelijk de mythische versie van The Doors was, ja. waarom ook heel veel van de, 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 de minder. heel veel van die films hebben. Hè? dingen heeft dat ook een beetje. Bohemian Rhapsody en zo. Dat zijn ja. zo. Alleen met Elvis deze film gaat wel wat dieper dan dat Bohemian Rhapsody doe, vind ik. Er zitten wel zo wat andere dingen in dat je denkt. Elvis is op zich. Een heel, dat is een tragedie, hè, dat vooral uiteindelijk, hè, als je er naar kijkt. En het wordt ook verteld vanuit het standpunt van Colonel Tom Parker, wat eigenlijk ja. ook al redelijk. Ja, hij luidt dat al in met te zeggen: Some will say I'm the bad guy. Hè? Zo, ik ben de slechterik die ja. het verhaal hier vertelt. Ja. Dus, uh, gespeeld door Tom Hanks met een heel vreemd, beetje half Hollands accent, maar ook niet helemaal. Ja, nee, Duits. Een beetje... Het is, het is zo een, beetje, een beetje van tijd tot tijd. Ik denk dat hem ene Godverdomme eruit gooit. Ja, de... en die is onverstaalbaar. Dat ja, is, ja. heeft niks met ja. Godverdomme te maken. En ik ben ja. er redelijk. Ik kan redelijk goed, godverdomme's, en dat is er zeker geen. Dus, ja. Uh, uh, ja. En ik vind ook dat zijn accent in alle series overal een beetje anders is. Maar, okay. ja, ja, het is een beetje all over the place. Zo, terwijl de echte Tom Parker sprak ook niet met zo'n zwaar accent. Dat, was ook wel een nee. beetje, dat is precies wel een, een beetje een rare creatieve keuze geweest om dat dan ja. te doen. Of zo. Er is blijkbaar op YouTube een filmpje waar je uh, Tom uh, uh, Parker, die trouwens ook helemaal zo niet heette blijkbaar, uh -huh. uh, 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 dat je die Nederlands hoort spreken tegen een uh, Hollandse fan ergens in, ah, ja. de, in de jaren uh, ja. tachtig dat hebben opgenomen. Dus, uh, dus ja, dat, dat was een Nederlander, hè, van, ja, dat was Nederlander. van afkomst. Ja. Ben jij, uh -huh. uh, jij kende dat verhaal al over Elvis? Uh -huh. denk ik. Jij, ja, jij, bent, ik jij ken... bent een fan, hè? Ja, ik kende veel van die verhalen al. Hè. Ik bedoel, het, het is ook altijd iedereen interpreteert ze wel allemaal op een andere manier. Maar wat ik wel leuk vond aan die film was dat hij je wel zo een aantal ook weer al zwaar gemythologiseerd, ook wel natuurlijk, want het is zo enorm uitvergroot, maar... Maar het wordt wel, er zitten een aantal heel belangrijke sleutelpunten in die zijn carrière wel in. Ja. Die, die ook echt wel gebeurd zijn. Hè? Zoals, ja. zoals die shows die het bijna in riots. Toen, dat die, dat die begon, toen ze ja. ook letterlijk tegen hem zijn. En de politie ook zei: van... Hey, als je een vinger nog maar beweegt. Want hè, die zijn bewegingen waren natuurlijk. Eh, ja. hij, hij kreeg ook de bijnaam Elvis de Pelvis. Wat hem ja. zelf haatte tot en met. En nooit heeft gezegd. Uh, ja, zoiets van: That's one of the most juvenile things I ever heard a grown-up person say. Ja, zo, die was er echt niet goed van. Ja. Dat ze die zo noemden. Want voor hem, die kon dat zich ook niet voorstellen dat dat zo'n. Effect had op mensen. Die, die dacht echt van: joh, maar ik ben gewoon liedjes aan het zingen. Ik ben niet aan het zeggen dat kinderen moeten rebelleren tegen hun ouders of zo. Dus ja, dat was helemaal niet die is een bedoeling om daar zo'n ding van te maken. Maar dat werd nee. zo'n cultureel fenomeen. Hè? En hij, hij vertelt ook: in die film is er ook, en dat zal ook wel uit, ik ga ervan uit dat dat wel. Hij snapte ook niet wat het probleem was, want zijn moeder vond het ook oké okay wat hij deed. Ja, en hij had natuurlijk ook een beetje een, een uh, speciale relatie met zijn moeder, wat er ook in de film wat uitkomt. hè ja, zo. Ja. Dus, uh, incestueus is misschien een vies woord, maar die waren wel een klein beetje closer dan, close, dan, ja. dan normaal. Ja. Um, en dat is ook altijd een beetje geweest, omdat die heeft een tweelingsbroer gehad die gestorven is hè, bij ja. de geboorte. En die heeft altijd het gevoel gehad dat hem zo iets miste daardoor. Of zo. Dat is zoiets heel, dat zat in die zijn kop, ik weet ook niet. Hè. Kun je dat ook niet hebben? Ze zeggen vaak dat tweelingsbroers ook wel zo'n beetje een rare connectie soms hebben, mm -hmm. maar dat, dat, heeft, dat, dat voelde die heel hard. Ja. En voor die moeder was die dan ook ineens alles. Hè. Dat was zo haar grote favoriet. En, en hij deed ook altijd alles voor haar. Ja. En is die haar dood ook nooit helemaal te boven gekomen. Notschente, die is gestorven als hij in de twintig was dat hem in, in Duitsland in, in zijn legerdienst zat. Ja. En toen dat nou is wel, alleen zo, als je de biografieën gelooft of alle documentaires erover ook. Dan is Elvis wel nooit meer dezelfde geweest, na, nadat hij gestorven is. Die, heeft dat, die is dan nooit helemaal te boven gekomen of zo. Nee, nee. Ja. Dus, uh, en die vergeleek ook elke vrouw met, met zijn moeder zo basically. Want het is ook zo'n een andere een hele goede uh, miniserie ooit gemaakt over Elvis. Um, en dat is met dingen in de no Oh, Hoe weet je een acteur nu weer? Dat is die gast ook in Velvet Gold mine de noofrol speelt. Hier, deze. En, ja, ja de deze. Hoe ja Elvis, John, Jonathan, Jonathan Rhys Meyers, Meyers, ja dat is een kei dok. Dat, dat is echt heel goed. Ken je dat al ooit gezien? Het? Ik heb dat hier liggen, maar ik heb het dus nooit gezien. Oh, eh. dat moeten we wel doen, want dat is eigenlijk, vind ik, misschien zo qua compleetheid beter dan, dan die dan die in Basel Maar hier staat bij de early years, dus dat stopt. Ja, eigenlijk ja, dan. Dat, ja, maar dat stopt eigenlijk zo rond de rond de 68 comeback special. Denk ah, ja. ik. ik denk dat dat daar ongeveer of vlak voor dat hem. Nee, ik denk dat 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 is, ja. Dat dat daar, dat dat daar stopt. Ja. En, ja. Um, want het stopt met dat een big boss man zingt. Eh? Ja. Uh, op podium, maar dan in, de, in die reeks wordt dat dan echt gericht naar Tom Parker. Dat hem zingt van, hey, you ain't so big, you're just tall, that's all. Eh? Zo, omdat Tom Parker niet wil dat hij gaat toeren. Want na de 68 Comeback Special. dat was voor hem echt een, een, een revival van zijn muziekcarrière. Ja, ja. Want hij heeft in de jaren 60 vooral films gemaakt, en de ene al wat slechter dan de andere. Ja, daar wil ik het zo ook even over hebben. Dat weet ik daar niet. zo. Ja. Dus, dus het, 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 het ding is: die reeks. wat daar, wat daar wel um, heel cool aan is. is dat daar bijvoorbeeld. Dat wordt een beetje meer. Wat, wat minder in deze film wordt uitgediept. Is zijn relatie met Priscilla, hè, Priscilla mm. Presley, allez, Priscilla Beaulieu, dat ze de dochter van een of andere een army colonel was of ja. zo. Ja. Waar dat die dat mee leren kennen in Duitsland, maar dat hij uiteindelijk uh, mee getrouwd is. Maar toen hij uh, zwanger werd, dan, dan had hij zo zoiets: ja, hij is een nieuwe mama en ik kan niet meer vrijen met een mama. Dus die, die vond dat een. Een soort, ja, je, die had, die, ik zeg het, die had mommy-issues. Ja, dus ja. die vree altijd met van die grieten. Ja, die heeft die duizend keer bedrogen natuurlijk. Wat ook de reden was waarom dat huwelijk uiteindelijk Geheimd gestrand is. is. Ja. Een van de bekendste uh, affaires dat hem had, um, is van voor de, voor de film Viva Las Vegas, waar hij hem met Anne Margaret, een ongelooflijk knappe vrouw die dat in die film, die doen met twee hem dansscenen erin. Waar iedereen ook van zegt als je die dans zijn, dan zie je er overduidelijk door dat er wat meer onderhand hand was. Dat er, twee, dat er geneukt is geweest. Er geneukt is geweest. Dat is een beetje gelijk Bradley Cooper en Lady Gaga. Die zo zongen met twee op de Oscars, en dat, dat heel internet zei: ja, als ik die als een vrouw was, dan zou ik niet goed gezien zijn over deze Want er is, er is wel iets onderhand de hand met die twee. Zo, hè? Zo dat, en ik weet zelfs niet eens of dat waar is. Maar met Elvis en, en Margaret was het in ieder geval wel waar. Want ja, ja. Dat, is, dat is uiteindelijk ook uitgekomen dat dat zo was. En ik denk dat dat ook een beetje de nagel in de doodskist van die zijn huwelijk was. Ja. Maar, uh, maar ja, nee, dat is, het is, ik vind wel zeker um, visueel in, in, in ook hoe, het, hoe het vertelt. Wat ik ook mooi vind, is dat het is zo de laatste tijd heel bon temps geweest. Zeker in Amerika, met, met onze, onze voorbije onze voorbije woken jaren, dat iedereen begint te roepen dat hij eigenlijk alleen maar wat muziek heeft gestolen van zwarte mensen en dat heel zijn carrière ten koste gegaan is van elke zwarte artiest op de planeet, terwijl dat, dat eigenlijk in die film ook duidelijk wordt. En dat is ook waar, die is ook verhuisd naar Memphis toen die, En die is geboren in Tupelo, hè, daar heeft hij zijn, zijn, zijn beginjeugd doorgebracht, maar... Die is opgegroeid in een, in een black neighborhood. Ja, ja. En die, hij heeft die, het niet die, gepikt, hij was nee, daar. Nee, die was daar. En die ja. zong ook mee. En die neemt er vooral ook enorm veel shit vergat in de tijd. Wat ook, gelu wat ook gelukkig cool in de film uitkomt. Omdat die zo, ja, die liet zijn haar langer groeien. En die deed dat met brillantinen. En die droeg ook zo kleren. Die had hem, hè? Je had zo'n een, een straat in, in, in Memphis, Beale Street. Waar zo al die bluesclubs zijn. En waar ja. eigenlijk hè, The Birth of the Blues is eigenlijk bijna daar. En, uh, en, en er was ook zo'n klerenwinkel die een heel bekend was, die gerund werd door twee broers. En die maakten zo heel flashy kleren, die vooral gedragen werden door zwarte mensen. Ja. Maar hij vond die kleren ook heel cool. Dus en, en van tijd tot tijd kon je zo genoeg bij je sparen voor zo'n vestje te kopen. Maar die liep dus met zo'n kuif en dat. En die kreeg vooral van witte jongens heel veel shit, dat je eruit zag als een zwarte. Hè? Dus die kreeg ja. ook je en, dus, en je ziet dat ook dat hij opgroeit met ook bij dat million dollar quartet waar ik het er juist over had dat zijn gospel liedjes ja. want al die vier gasten zijn opgegroeid met zwarte gospel allemaal ja. en, en dat was voor yet, was dat voor Elvis een go-to muziek als die zo um, zijn eigen niet goed voelde of die ging wat alleen op een piano zitten dan zong die een altijd van die gospel liedjes komt ook zo... komt die film ook in hè dat, en, ja. en op een gegeven moment zegt hij ja wat wil je dan zelf doen en hij wil eigenlijk ook nog wat gospel liedjes, uh, ja. doen. Uh, ja. Dat is wel iets wat hij zelf ook uh, mooi vond. Ja, uh, want ja. ik, wat ik, wat ik vond het niet zo'n goede film. Maar dan zullen we zullen het zo over mm -hmm. hebben. Maar wat ik er wel goed aan vond, is inderdaad zijn jeugd. En dat, dat wist ik allemaal niet, want ik ken er niet zoveel van. Ik ben ook niet zo'n grote mm -hmm. Elvis van. Ik, dat is iets wat mij een beetje uh, gepasseerd is of zo. Uh, wat ik er wel heel, wat ik natuurlijk leuk vind, is de comic book connectie Hij was grote fan van Captain Marvel Junior. Klopt, ja. Ja. En, uh, Captain Marvel is Shazam. Voor ja, 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 ja. Captain Marvel zit bij DC, maar dat is dus Shazam geworden. Er is een film van gemaakt, maar hij ja. was fan van Captain Marvel Jr. Ja, maar, huidige, uh, huidige film Black Adam, trouwens, met, met de ja. rock in de hoofdrol. Black Adam was de slechte Shazam eigenlijk. Ja, dat ja. was de, de, de tegenstander van Captain Marvel. Voilà. Maar die is nu een beetje ook zowel in de comics als in de film. een anti-held geworden. Zo wat, hè? En niet alleen maar een pure slechterik. Hebben jullie al gezien ik dus hem de... film? Nog niet, nee. Ik wil nee, wel gaan zien hoor. Ik ja. wil ook wel gewoon kijken. Ah, ja. Want uh, uh, The Rock kan ook niks vergeten. Dus, uh, nee. Ga ik Vind meenemen. je ook altijd leuk. Zo, hoe erg Af... kan het zijn als The Rock erin komt? The de Rock goed. Ja. Zelfs die Jungle Cruise hebben ik wel geamuseerd. Ja, dat is, dat, is goed, niet, dat is ook niet goed. Maar, maar maar, je oh, hebt je geamuseerd Ik werd er ook niet aan betaald van. Nee, nee. Nee, maar dus dat vond ik leuk dat hij heel erg val was van Captain Marvel Jr. Dat je denkt, oh ja, en dan hij ook verkleed ging of zo. En inderdaad, dat hij al in die zwarte neighborhood, dat hij daar al was, dat hij daar ook naar terug ging. En dat zijn kledingstijl, zoals jij ook vertelt, als hij zo potsierlijk in Vegas aan het einde. Ja, dat zit daar al in, hè. Dat, ja, dat is, is, dat is dat Captain is Marvel, hè? Ja. zijn ook die cape dat die je Dat is een beetje Captain Marvels en een cape, he. Ja, 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 ja. Dus dat, is, uh, dat, zijn, dat zijn ook wat die dingen, die rhinestones en dat hele overdreven eraan. En je vergeet ook altijd, dat is iets dat veel mensen associëren: Vegas Elvis altijd met dikke benauwd dood, Elvis. Ja. Maar dat waren de twee laatste jaren van die zijn leven. Hè? Maar zo de eerste runs en zeker, en dat zit ook in de film. Ja, ja, heel dat, je dat moment dat hij zijn een, een eerste show geeft. Met, met die hele band en heel dat gegeven. Ja, dat was echt een jamais vu. Hè? Toen dat, ja, was een, dat was waanzin. En dat was ook vooral heel goed. Dat ja. was ook iets waar je van zegt: ja, want dat wordt dan ook de tragiek die altijd terugkomt bij Elvis. Was na de 68-comeback special, waar we het misschien ook nog wel over zullen hebben. Ja, ja. Maar, maar dat is dat, is dat, die, dat was een enorme live performer En, en het ding was dat, dat er stond een hele wereldtournee klaar. klaar? Ja. ...om te vertrekken. En ja, omdat... hij wou dat delen met de wereld. Ja, ja en, uh, en, en, en dat was, en dat was een waanzin geweest... ...want je ja. die had, die had arenas uitverkocht, hè, die vindt. Want die was nog nooit in Europa geweest... ...of niet in Japan geweest, of niet... Nee, hij was, Zo, hij was dus... alleen maar in ja. Europa, Europa geweest... ...tijdens zijn dienstplicht. Een legerdienst, hè, nee, in omdat Duitsland. Ja. Omdat kon, kon, kon... ...die Colonel uh, Tom Parker kon het land niet uit... ...omdat hij geen papieren had. Nee, ja. En, en daarom heeft dan, hij die... die heeft dat altijd tegengehouden. En ja. ook, denk ik denk ook omdat hij... Ik bedoel, ik denk aan zelf is dat hij echt 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 dat willen doen en hij had gezegd fuck you, ik zijn weg had je dat kunnen doen hè? dus dus maar dat we, dat ja die had natuurlijk ook zo heel ingewikkelde contracten dat hem belachelijk veel geld hadden gekost plus ja maar die ik denk ook dat, ook dat die mama issues ja, gekoppeld aan die daddy issues ja. Die, die, ja. Tom Parker was een beetje zijn vaderfiguur, die luisterde daarnaar, die maakte ja. hem ook bang, hè? dat komt in die film heel erg in, uh, van, ja, we uh, ja. kunnen je veiligheid niet garanderen als je dat daar gaat. Uh, uh, dat, dat... dat trouwens ook een, een waar gebeurd verhaal is, hè? die en Derringer, dat pistool in, die is een bot, dat was ook, okay. die had altijd een pistool bij hem, die ja. zo wat, wat paranoid geworden was van het feit dat hem, dat hem zou kunnen neergeschoten worden op, op podium of zo, omdat hem doodsbedreigingen ja. ooit had gehad. En dat zo. wel een bepaalde paranoia bezit. Uh. ja. Nog even, dat zijn uh, taking care of business logo. Daar zit mm -hmm. ook zo'n soort uh, uh, linksomschrift yeah. van, van uh, Shazam of Captain Ja, en dat is eigenlijk taking care of business in a flash. Ja. Dat is wat dat, dat betekent. Ja, dat ja. betekent die zap. Maar die zap is inderdaad ook weer een verwijzing naar zo'n Captain Marvel Junior ding. Ja, voilà. dus dat, dat is dat een, heel cool dat ja, ja. een heel cool logo. Ik kon het ooit iets laten zetten zelfs. Ik denk net dat dat ergens hier op mijn arm of gok gekomen. Want ik vind dat ook zo mega cool. Ja, ik heb het altijd heel tof gevonden. Wat vond jij, dus de, de film van Bas Lurman uh, geeft Elvis weer, uh, weer een podium. Mm -hmm. ja. uh, wat vond, wat vond jij het beste aan de film en wat vond je het minst aan de film? Um, goh, het beste vond ik, uh, ja, ik vond dat visueel kijk ook. Ik vond die muziek, um, dat, die, ze hebben zo gekozen om af en toe ook zo heel moderne muziek erin te steken. Ik vond dat een beetje vloeken soms. Dat ik het gevoel ja. had van je probeert dat zo wat hyper te maken dan dat dat moet zijn. Ja, maak dat vond ik verschrikkelijk. Ja, ja. Maak dat gewoon goed. Hè? Ik ben dat met mijn vrouw gaan zien, Jasmin, en die vond dat vreselijk. Die had echt, ja. weet jou ja, dat zelf is, De, je moet geen andere nummers gaan spelen dan dat, of nummers uit die een tijd. Ja. Hè? Dat. Dus, maar dan ja. denk ik ook, ja, hè, dat zijn keuzes, dus dat kan ik nog aan, omdat je duidelijk voelt ja, dat is een creatieve keuze om, om dat te doen of niet. Um, ik vond dat wel goed, Ik heb daar wel van genoten. Ik vond dat wel cool omdat er zoveel dingen in zaten, wat ik al zei, die ik, ik vooral heel goed gedaan vond ook. Ja. Die, die scène dat je Trouble zingt voor die arena en hoe dat, dat gefilmd is en dan dat dat zo uitloopt in een riot met de police en dat die weg... Het is wel heel indrukwekkend of zo. Ik weet alleen niet... Het enige dat ik er een beetje mee heb, als ik er dan kritiek op moet geven, dan is het wel dat die reeks waar ik het er net met u over had, ja. is een beetje diepgaander. Maar dat Zo, is... je, je hebt soms het gevoel met Elvis dat je hem ook niet echt leert kennen in die film. Ja, dat is dat je, 100% dat... mijn ja. probleem met deze film. Ja. Dat ding duurt 2,5 uur. Ja. En ik leer Tom Parker niet kennen en ik leer Elvis niet kennen. Ja. En dus, we vertrekken vanuit uh, Tom Parker. De, dat is een interessant gegeven. Nu, mm -hmm. we zitten de hele tijd naar een dik opgemaakte Tom Hanks te kijken. Dus dat is een slechte ja, ja. casting. Kan Tom Hanks niks aan doen? Maar je zit de hele tijd. Ja, dat is Tom Heems. Dat is Tom Heems. Ja, ja, ja. Dat is een dikke Tom Hanks. Dat is op de Tom make-up op. Pak daar een onbekende voor. Want gelukkig hebben ze wel een fantastische kerel die uh, uh, Elvis doet. Die ja, qua stem eruit Aaron, Aaron, Aaron boek... Butler is ongelooflijk. Ja. De, de jonge jaren van Elvis zingt hem trouwens allemaal zelf. Zingt hij zelf. En uh, het is pas vanaf de 68 Comeback Special dat zijn stem zo wat digitaal gemengd wordt met de echte Elvis. En dat je dan ook zo een aantal nummers gelijk Als je ja, zo beeld, Hij moet toch een Elvis spelen van 19 tot 40. Ah, ja, well, dat is een... dat? En, en je merkte ook heel hard bij Elvis met de Comeback Special dat die zijn stem ook heel hard veranderd was. He, die, die, er zat een heesere, rauwere klankje. Ja. Was, dat was een stem van een, van een volwassen man. He. Terwijl toen die begon was hij super jong. Nee, ik Weet je wat dat mijn de probleem de... ook is? Ja. Uh, 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 ik heb het niet meer... Ik, ben, ik hou van biografische films... Maar het moet voor mij niet te chronologisch allemaal. Dus, uh, want dan krijg je echt een soort opsomming van... En toen deed hij dit, en toen deed hij dat. Het vervelende daaraan is... Nu omkaderen ze het door die Tom Garp Parker Maar mm. dan nog altijd hebben we een soort chronologisch ding... Waardoor ja. je... Er is, die man heeft een heel bewogen leven gehad. Dus je, als je er alles in wil steken... Ja, dan kun je niet de persoon laten zien. Ga nee. haast niet. Nee. Omdat je gewoon moet. Ja, ja en dat moet... is het goede om die miniserie. Dat ja. kiest een bepaald tijdperk en dat geeft dat dan ook tijd. Hè? Waardoor dat je bijvoorbeeld een aantal mooie dingen die je niet ziet in deze film. wel ziet. Dat hem voor de eerste keer naar, naar, naar uh, Sun Studios gaat. Hè? uitgebouwd ja. door Sam Phillips. En dat hem daar zo een liedje gaat opnemen. En dat je er ziet, dat is ook zo'n legendarisch moment in zijn leven, wat, wat achteraf ook gebleken is. Is dat die secretaresse erom vraagt, hè, zo, uh, what kind of songs do you sing? En hij zegt, uh, all kinds. En hij zegt, hem, so who do you sound like? En dan zei hij letterlijk, I don't sound like nobody. En dat was, dat was zo... Dat was ook... Ja. Want als je die hoorde, dan had je ook direct... Er is letterlijk een voor en een na bij Elvis. Ja, ja. Ja, dat heeft John Lennon ooit heel de muziekwereld hè, gereduceerd tot niks. Door letterlijk deze zin te zeggen: Before Elvis, there was nothing. Ja. Dat deed hij echt letterlijk gezegd. Zo, dus, dus, Het grappige voor, voor... is wel dat hij, Elvis, uh, haatte de Beatles. Hè? Ja, ja, Elvis, moest haatte. niet zo Beatles, heel hè? veel ervan hebben. Nee. Maar dan uiteindelijk, ja, denk dat dat, want dat is altijd een beetje de generatie-generatie ding. Hè, want Frank Sinatra vond dat verschrikkelijk. Ja. He, uh, Elvis en and and roll in het algemeen. He, hij schreef dat als een vicious kind of unsophisticated music he, gespeeld door mensen die niet kunnen zingen en niet kunnen spelen. Ja. Maar uiteindelijk De moest zelfs... Dat bedoelde het van vol dan. Moest zelfs... Inderdaad, maar exact. He, en, en, en hetgeen dat dat was, was dat dan good old Frankie na een tijd wel deur had dat Elvis zo groot was dat hem, hij had zelf een ja. eigen show... Hij heeft je daarop uitgenodigd en die hebben daar een paar van mekaars nummers gezongen. Ja, en uiteindelijk dat zijn mooie ook, beelden, hè? dat is heel tof, want uiteindelijk moest hij ook toegeven ja het is toch een grote ja. zo, Dat waren ook de dingen. met... Je gaat zo die shows waar dat hij op verschenen is. Hè. De Ed Sullivan show is een van de bekendste, waar dat hem eigenlijk tot hier gefilmd werd. Ja. Dus je ziet hier van alles doen, maar je krijgt dus inderdaad het beeld dat je nu van mij ziet, dat je denkt, er is hier van alles om de gang, maar we mogen niet zien wat dat het is. Zoals wij, die nu geen broek aan hebben. Voilà, inderdaad. Ik, uh, we zijn uh, naakt als de dag waarop we geboren waren. Beneden, hier, vanaf, hier, van beneden, vanaf het is... van hier naar beneden is echt een groot feest. Uh, het is uh, business in the front, party in the back. Uh, maar het, is, maar, maar het, het goede was dat... Uh, ja, hetzelfde ook bijvoorbeeld. Wat heeft eerst... Elvis geweigerd. Hè. Die wou die niet op zijn show, want dat was een schande en weet ik wat nog allemaal. En uiteindelijk heeft hij dat dan gedaan met die strikte voorwaarden: van het moest dat allemaal zijn. Maar dan ontmoeten hem die en dan, ja, iedereen dat hij je leerde kennen, dat was gewoon een hele lieve jongen. Ja. Dus die net die, ook zoiets, want dat is een lieve en die is beleefd en die is fatsoenlijk opgevoed door zijn mama en zo. Dus iedereen, dat, dat imago van dat mega rebels. Had veel meer te maken met zijn performance en met hoe dat hem eruit zag dan hoe dat hem was. Ja. Want eigenlijk was dat helemaal niet zo'n. Zo ik kom hier alle heilige huisjes om te vertrappen. in die had alleen zo op dat moment een ding gekozen om te doen. Hè? Namelijk heel zwart gebaseerde muziek. Hè? Ja. Heel hard op blues en, 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 en zo geïnte muziek. Heeft hij de mainstream ingetrapt. Hè? Ja. En dat vond niet iedereen leuk. En dat vonden veel mensen niet leuk in nee. die in taat, hè Want, Nee, en dat is natuurlijk ook een ja. beetje. In die film is dat ook typisch. Dat er, dat er dan. Hè, de, de, aan, aan de toen uh, rechterzijde. Die zouden nu gebaten. Maar goed, aan de toen rechterzijde. Mm -hmm. uh, die zeggen dan dingen zoals that negro en dan denk je ja nee dat zou die zo niet gezegd hebben hoor <laughs> nee nee dat was een ander woord dat hij toen <laughs> dat was een ander woord wat ze toen en daar zat, zat niemand en, en daar zat niemand mee in die in die tijd dat en, kan ook gezegd worden en dan denk je ook ja. van ja, ja moeten we die dan ook een andere taal laten spreken, maar dat is die romantische. Ja, ik ben al versie. heel blij wel dat ze niet met de N-words zijn afgekomen, want dan had ik zo weet, ja, ik bedoel, er zijn bepaalde. Hij ah, bedoelt als en dat ze het Ja, ja, dat ze nee, nee, dat nee, zeggen. Nee, ja, nee. Dat ik denk, ja, er zijn wel bepaalde momenten in de geschiedenis waar dat echt niet het feit was, zo. Nee, Zo, het die... zou juist natuurlijk voor mm -hmm. de authenticiteit beter zijn als de juiste woorden zijn, maar dat is die film ook niet. Dat geef nee. ik ook toe. Nee, uh, en dat het, doet hij hem... heeft een roze kettle, het is allemaal roze Goed. mooi gemaakt. Het is, het is eigenlijk een beetje te vergelijken. Ik kon nu een, een rare, een beetje, misschien soms manke vergelijking trekken, maar het is een beetje gelijk de, de kritiek die de film Zillion krijgt. Hey, ah ja, over het sympathiek ja. afbeelden van iemand als Dennis Blackmagic. Of, of, of ook over Frank Verstraten, Maar het is dus een beetje van hetzelfde soort film. die je ja. kiest overduidelijk voor een mythe. Hey, voor een mythologisch beeld ja. van die waanzinnige club. Hey, dat een jamais vu was qua technologie en qua craziness. gecreëerd door een moreel ambiguë. weirde pseudo-robot. die beter om kon met technologie dan met mensen. Ja. En Dennis Black Magic wordt een beetje gespeeld voor de Dennis pseudo cool en pseudo grappig, terwijl ja. in Techt was dat gewoon een voze gast. Ja ja. Dus er zijn een aantal dingen die. Allee. Die, die ook zo ze zeggen dan verbloemd, maar dat is niet, want die verbloemt dat ook niet. Die vertelt ook wat er gebeurd is. Op tende krijgen we ook voor wat dat Dennis Black Magic veroordeeld is. Dus mm -hmm. het is niet dat dat ook niet gezegd wordt, maar er wordt overduidelijk gekozen voor een bepaalde toon in die film. Ja. En dat doet die een Elvis-film ook die kiezen voor een bepaalde toon. Want ook het drugsverleden van Elvis en zijn eetdinges, daar komt er nauwelijks in, hè? Niet echt heel hard, hè? Nee. En, en dat is en, natuurlijk en... toch ook. Wel, ik bedoel. Uh, Tom Parker is een deel van zijn ondergang, maar die drugs en toestanden is ook een deel van zijn ondergang. Ja, natuurlijk. dat ging allemaal een beetje samen natuurlijk. Hè. Tom ja. Parker heeft die zo wat afgedreven als een, hè, als, die die die, die, die twee keer per dag op. Hè. Ja. In die hotels in, in en en ook jaren on een stuk en zo. En het is ook wel een beetje hè, die zieligheid is ook wel mooi te zien. Dat op het einde zo, zo ze zoals gezegd wordt, in Vegas deze week te zien, deze en dat en dat. En for you older people, there's also you, your chance to see Elvis. Dus Elvis was ook echt alles geworden, wat hem totaal niet was hè, om mee te beginnen. Maar ja, dat hebben de Rolling Stones, ik bedoel, dat is nu eenmaal zo. Hè? Als je ja. ouder wordt, jeugd haakt af. Hè? En ja. De jeugd heeft weer iets nieuws. Ik bedoel, uh, 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 vroeger was punk, uh, dat is geen muziek. En dan was dat geen muziek. Ja. Uh, toen wij. Als je lang genoeg blijft leven, dan kun je soms nog zo'n magic switch doen. Eigenlijk dat Johnny Cash gedaan heeft met ja. de American Recordings. En dat hij toen ja. live ging optreden en door had dat hij allemaal mensen van in de twintig bij hem in de zaal had zitten. Ja. En dat is natuurlijk ook Rick Rubin, uh, zijn ja, maar... Uh, absoluut, maar ja. dat is wel... Dat de... Allee, het is niet dat dat zoiets voor Elvis ook niet in de cards had gezeten. Absoluut. Hè. Het is Absoluut. alleen het enige ding, het, het spijtige drama was natuurlijk, ja, de, he, omringd door een entourage dat die je volduwde met doop om die je bezig te houden. He. Ja, en er misbruik van de maagden, Verveling, of zo. frustratie, ja. hij was zelf ook he, zo. Tegelijkertijd, laat dat ook zien, Elvis was ook niet de dapperste van ze allemaal. He. Die durfde niet tegen zijn manager te zeggen Wat go fuck me. yourself, nee, ik ja. doe hier mijn goesting, dat deed hij niet. Klopt, dat bleef ook een beetje, hè? dat was ook waar dat hem vooruitgescholden werd op school als hem klein was, een mama's boy, hè? omdat hem heel hard om zijn mama ging. Maar ja. hij is nooit niet helemaal echt van onder de rok van zijn moeder uitgeraakt. Hè? Zo, dat is ook een klein beetje die is een, die is een tragiek ook. Maar ja. wat ik wel een heel mooi ding vond, was op het einde van de film, als hem dat verhaal vertelt van die vogel die hem maar één keer landt. Zo, dat vond ik wel een heel schoon manier om zo dat, dat te eindigen. Zo. Ja. Ik vond wel dat, dat, dat die film... Ja, ik was er wel... Ik, ik vond die wel echt cool. Maar, maar zoals ik al zeg, je kunt ook zeggen... Omdat ik nu wel al redelijk veel Elvis... Er zijn ook redelijk veel Elvis-biografieën van... Ja. Ja, je hebt er natuurlijk een hele bekende met Kurt Russell. Hè, uit, uh, inderdaad. En Kurt Russell is een hele goede Elvis. Een hele goede wel... Elvis. Dat is ook wel heel fijn. Gemaakt fun. door John Carpenter. Ja, en fysiek lijkt hij er eigenlijk niet echt op. Maar de, de manieren in het spelen en het doen, dat heeft hij wel. Ja, je ja, gelooft hem er... hoor. Uh, gemaakt door John Carpenter voor een fractie ja. van het budget. Ja. Uh, en John Carpenter, van, van wie natuurlijk de film Halloween is. En het is bijna Halloween, dus ook dat heeft een link. Maar ja, mm -hmm. ik vond dit uh, aardiger of zo, omdat, het ietsje, omdat ik iets meer Elvis leer kennen als ik hier naar kijk. Mm -hmm. Leer ik iets meer het persoon uh, van ja. Elvis kennen. Ja. Weet je wat ik, toen ik zat te kijken, wat mij echt, wat ik echt, ik, uh, de visuele stijl en het videoclip gegeven. Vond ik niet storend. Het heeft mij niet gestoord. Ja. Vond het ook niet te. En daar werd ook een beetje op voorhand. Ja, ik hou die van Bas Lurban of zo. Ik heb daar niks mee. Maar dat stoorde mij niet. Wat ja. mij stoorde is dat ik die door Tom Hanks in geraakte. En, en dan van. Ah, wat jammer dat ik die mensen niet echt leer kennen. En toen, ik, waar ik echt helemaal mee mee was. Was die 68 Comeback Special. Dan ja. vind ik echt iets heel bijzonders. Dat vind ik ook mm -hmm. echt. Dat is, dat is duidelijk ook een eikpunt. Mm -hmm. en, ik van, en dat is ook de eerste keer dat hij eigenlijk. ...tegen de wil van Tom Parker uh, ingaat. Ja. En dat hij die, die denkt... ...we gaan een kerstspecial maken... ...met, met, met uh, allemaal kerstbomen... ...en kerstvrouwen ja. en mensen... Mm -hmm. ...en schaars kerstmeisjes... ...en hij gaat uh, lullige kerstliedjes zingen. En, en hij denkt... ...nee, fuck it, ik ga doen, ik ga doen waar ik zelf uh, zin in heb. Dus ja. wat als die film nu... ...daar rond was gebaseerd? Dat, we, dat die 68 Comedy Special... ...dat dat je raam is... Ja. ...dat dat allemaal... Ja, tuurlijk. Ja. Dat, is, dat... dat is een keuze dat je dat je kunt maken. Hè. Dat is inderdaad ook. Uh... Ja, dat is, dat is, het is ook een, een van de meest iconische beelden van Elvis met dat zwart leren pak. Hè. Ja, en dat, dat, is, wat, ook, ook dat zo... is ook precies het schakelpunt tussen zielige Elvis en coole Elvis. Ja ja, want cool en Elvis was totdat hij films begon te maken. Hè. Daarvoor ah, was hij ja. niet heel cool hè. en dan deed hij ook, uh, bedoel, hij heeft ook tien in een band, want dat is ook met de 68 comeback special doet hem ook een heel groot stuk waar ook minder in die film voorkomt, maar dan zit hem op zo'n vierkant podium waar dat al het publiek rond zit, met heel ja. zijn een oude band, hè, ja. met, met Scotty Moore en DJ Fontana, al die gasten die dat eigenlijk een deel maken waren van die, zijn een originele rockabilly band, hè, waar ja, ja. hij zijn Sun Recordings mee gedaan heeft en zijn, zijn eerste plaat, die trouwens de rechtstreekse inspiratie is voor London Calling van The Clash. Hè. Ja, dat is diezelfde hoes. Dus ja. Diezelfde letters en diezelfde die zwarte Ja, hetzelfde die, be ja, beeld eigenlijk. Dat is exact ja. hetzelfde. Hè. Dus, dus ook Joe Strummer was een grote Elvis. Ja, dat dus kun je als haar zelf zien. Hè. Ja, dat, was de, hè, dat was een teddyboy hoe dat ja. hij eruit zag. Dus dat was zo de, hè, dus het, 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 het coole was ook dat dat, dat, dat is ook waar. Hè, dus gedeeltelijk het is het een beetje gedramatiseerd, maar het is dus wel zo dat Elvis in die tijd, ja, die, na zijn films, was die zijn muziekcarrière en een beetje een joke. Hè, mensen ja. zagen die en ook als: ja, die was noodschend ooit cool, maar weinig mensen waren vergeten wat voor een fenomeen dat dat live was. Ja. Want een van de vroege tours van Elvis, in 1956 is hij doorgebroken, maar hij heeft, heeft lang getoerd met vier gasten. En dat was, dat was hem, Johnny Cash, Carl Perkins en Jerry Lee Lewis. Dat was die avond dat je er nog ging kijken. En Johnny Cash in zijn eigen autobiografie vertelt daarover dat die allemaal at the top of their game waren. Dat, uh, dat er ook avonden bij waren. Dat dingen er trouwens ook bij was. Weet hem, um, Little Richard. Hè? Dus ook, ook niet de minste. Komt die in de film ook niet in hier? Je komt er ook even gezien, ja. Die hebben ze ja. wel heel gay gemaakt, hè? Ja, die, wat die ook wel was. Wat is wel was, was maar, de, maar, is ook maar, weer... maar, maar er is dan ook weer een betere versie van, vind ik, in. Ah, oh, in welke film zit dat? Um, dat, dat Little Richard een, een heel gesprek heeft mee, ik weet niet wie dat is, dat, hem, dat, hem, dat hij wel duidelijk maakt: van ja, ik ben dat wel, maar ik moet er ook wat mee oppassen. Zodat ja. dat wel nog een periode was dat je niet, dat, dat je niet zo out en out flamboyant gay kon zijn en nee. dat iedereen dat wel oké okay vond. En dat maakte ze hem wel een beetje in ja, de in en dat in dat die, die is natuurlijk. wel uh, een beetje... <laughs> ja, het is, het is een beetje daar. Maar ik weet niet meer welke film dat is. Damn, ik, ik wou dat ik er kon opkomen. Ja, er is, er, 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 er is het, volgens mij is dat... Is het Little Richard in de uh, Marvelous Mrs. Basil? Is Of is dat... Dat is niet... Mm. Het is een soortgelijke artiest, mm, okay? Ja, dat is een soortgelijke gast. Maar dat is meer, dat, ja, die neemt meer weg van, van wie niet gay was. Nat King Cole, dat is wat meer zo'n gaststijl. Ja, dat style, maar, die is in de reeks wel gay. Ja, uh, die is inderdaad... Dus inderdaad, dus inderdaad Kruising tussen Jackie Cole en Little Richard. En, en uh... little, little Richard. Maar, maar, in ieder geval, hè, wat ik wil zeggen is allemaal top performers tot en met en uh, Johnny Cash vertelden altijd, ja, dat waren waanzinnige optredens, notschijn. maar die deden dat ook in zo'n... die. Van die barns en zo. Zo'n een, noep een, een de schuur waar die dan gingen spelen voor een heel bende mensen die nog net niet meer een reeknot podium smeten. <laughs> maar het zotste was wel dat die altijd zei: allemaal, trouwens, van die waren allemaal fantastisch. Die speelden allemaal om elkaar naar huis te spelen. Hé, dat was echt competitie. Maar, die zei, maar, maar Johnny Cash zegt in zijn eigen autobiografie: Elvis won altijd. Zalig. Je zei, die won altijd. Die, ging, die speelden ook altijd als laatste. Maar dat was, en we, die zijn ook, wij gingen niet altijd elke avond naar elkaar kijken, maar wij gingen wel allemaal altijd naar Elvis kijken. Ja, ja, en dat ja. was een fenomeen, hè, die kerel. Want je wordt soms een beetje afgedaan als iemand dan maar liedjes van iemand anders zong. En dat... Nee, want dat was zelf geen songwriter, maar nee. wat dat wel was, en dat is een beetje wat Frank Sinatra ook vaak naar zijn kop heeft gekregen. Frank Sinatra schreef zijn songs niet, maar arrangeerde die wel. Ja. Ja, en dat deed Elvis ook. Die, ja, maakte, die, maakte, die, die maakte daar hun song van. Ja. Niemand anders kan een Sinatra-nummer zingen als Sinatra, en dat is hetzelfde met Elvis. Niemand kan Elvis doen zoals Elvis. Nou ja, je kunt het... dat zelfs over Johnny Cash, die inderdaad wel zijn eigen liedjes deed. Yes, maar Johnny wel, Cash, ja. die, 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 die Hurt of die andere covers doet... Ja, dat zijn ineens geen liedjes van dat is deels of die Peshmoot of weet ik van wat meer. Nee, dat heeft, of, dat dat heeft de, Trent Reznor zelfs letterlijk toegegeven. gezegd toen hij die ja. versie hoorde van, van Johnny Cash. Zij het is niet meer mijn nummer. Ja, klopt. So ja. it's not my song anymore. En dat is, that is wel, wel straf of zo. Dus het... het, het, het allee, ik vond... Hoe moet ik dat zeggen? Ja, het, is, het is een film... Ik weet niet hoe goed... De meeste mensen die ik ken die hem gezien hebben, vonden hem goed. De Michael van Peel is ook een grote Elvis-fan. Ja. Die is trouwens dit jaar ook op bezoek geweest naar, naar Graceland en zo. Ja. Die is er ook echt geweest. Die heeft ook allemaal zo foto's naar daar gestuurd, naar mij, van... Zie, van, zie, zie. Zi. Ben je er zelf dat wordt dat geweest? Hier nee, ik, kon, ik denk dat ik volgend jaar ga. Uh, ja. Ik wil dat al lang doen en zo. Hè? Dat zal zoiets ook op mijn bucketlist staan. Maar het enige was dat um, dat soort reis naar Amerika wou ik niet doen toen Amy nog te klein was. Nee, nee, nee. Want nee, daar ik heeft hij niks aan. Maar nu is hij groter en die heeft ook die Elvis-film meegezien. En toen ik haar dat vertelde, van gaan we... ik zou daar naartoe willen gaan, dan zei hij wel van: oh, dat wil ik ook wel zien. Ah, oh, zalig. Dus dan werd er van: oké, okay, deze schot een, een andere reis Ja, misschien is dat de, dat de manier waarop gemaakt is. Uh -huh. uh, 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 en, en het feit dat daar inderdaad in het begin, wat ik verschrikkelijk storend van uh, uh, waar hip-hop-achtige uh, nummers in zitten, ja. hè, waar, waar, uh, dat, dat dat juist de jeugd wel meetrekt of zo. Juist de jeugd wel, wel ja, inbrengt. Erin, erin. Dat, dat en, gebeurt eigenlijk en... ook alleen maar in het begin. Daarna ja, zit dat er niet meer in. Niet echt niet meer, nee. Het zijn ook zo die momenten dat hem door Beale Street loopt en zo helemaal in ja. de is van heel die Wereld, waar, waar wel in het echt ook was. Hè. Ja. Die hing daar ook veel rond en zo. Dus die, uh, dat was gewoon een beetje. Die zijn, die, al die zijn invloeden komen inderdaad ook wel vandaar. Ja, ja. Um, dus dat is, dat is wel... Dat, dat hebben ze dan wel goed gedaan. En daar hebben ze dan iets meer aandacht aan besteed. Wel dan in andere biografieën van Elvis, ja. waar ze daar dan nogal vlotjes over gaan. Terwijl ja, ja, hier wordt wel duidelijk gemaakt. Eh, zo, allez, ik vond het een goede manier voor baas Loerman. Van Baasloer, meneer, om duidelijk te maken, ja, heel dat verhaal dat jullie ophangen om Elvis, de grote dief van de zwarte cultuur, dat is niet wat dat hier was. Nee, Dat is een gast die een opgegroeid is ertussen. En die Het is natuurlijk wel zo dat, dat hij de mogelijkheid heeft gekregen om die liedjes op uh, voor een groot publiek te spelen en daardoor dat, dat een klopt. aantal van die mensen die die liedjes ook maakten eigenlijk een beetje in de vergetelheid. Uh, dat klopt ook heel hard. Uh, en onder andere ja, kant, kan. ja, dat is niet zijn, zijn schuld. Nee, en heeft hem door de populariteit de deuren zo hard open gegooid dat heel veel zwarte artiesten dat ook wel hebben kunnen doen. Ja. Dus het is, het is dubbel, hè. Je kunt... Natuurlijk... Hoe heet dat nummer van Little Richard? Op een gegeven moment zegt hij, dat wil ik ook zeggen, Fruity. To fruity. Dat wil ja. ik ook, ik wil dat ook zeggen. Hij denkt van, nee, nee, niet doen, want dan heeft hij geen hit meer. Ja, 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 ja. En dat blijft nog altijd wel, en dat moet ook wel gezegd worden, want Elvis heeft daar ook een versie van, maar die van Little Richard blijft wel de beste. Ja, dat is een beetje gelijk Carl Perkins, het origineel uh, uh, van dingen. Uh, Blue Suede Shoes is eigenlijk van Carl Perkins. Ah, ja. Maar Perkins, die zingt daar anders dan Elvis. Er zit een pauze tussen. Dus je doet, well, it's a one for the money, a two for the shoes, a three to get ready now. En hij doet, well, it's a one for the money, a two for the shoes. Je doet direct zo, die neemt er zo'n soort. Is one for the money and two for the shoes? Ik dacht two for the show. Three to get a show, show. Nee, sorry. One for the money, two for the show, three to get a rap. Nee, show, show, show. Ah, toch? Nee, ik zat met blue suede shoes in mijn kop en ik zing shoes in plaats van show. Ah, oké. Ik dacht even dat je dat nummer had. niet kende. Three for the red. go cat go. And don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but get off my blue suede shoes. Dus dat is dat nummer. Maar die heeft Die heeft daar... Op tempo gemaakt. En eigenlijk is daar de versie van Elvis beter ja, ja, ja. dan die van Carl Perkins. Dus het hangt er een beetje van af wat dat je van wie hoort. Hè. Want, want Carl Perkins wordt door de echte Rockabilly fans gezien als de King of Rockabilly. Hè. Dat is degene ja, ja, ja. Dat ze, die hebben dan niet graag dat gezegd dat dat Elvis is. Omdat die zoiets hebben van ja, Elvis was maar eventjes rockabilly, maar daarna was dat wat showbiz en wat dit en wat dat. Terwijl, ja, als je luistert naar de zeker naar de sun recordings, hè, die periode van He, de, de eerste echt grote hit van Elvis was That's Alright Mama. Ja. Maar dat je dat hoort zingen. en al die nummers dat je daarop zingt. ja, dat is wel kijk hoe. Het ideaal er, er, moment om te gaan mm -hmm. naar de uh, top Ik heb aan het publiek uh, de, via Instagram. Heb ik gevraagd, wat is het favoriete liedje van Elvis? Ja. Wat, is jou, uh, wat, is jou, wat zijn jouw favoriete liedjes van Elvis? Oh man, ik vind dat een hele moeilijke. want ik, heb, ik, ik vind heel veel liedjes goed van Elvis. Maar ik zal zeggen. Wat ik zijn zo ooit... De minder voor de hand liggende, misschien. De minder voor de hand liggende. Ik ben een hele grote fan van het nummer If I Can Dream. Dat ah ja. was zo, die is een grote apotheose van de 68 Comeback special. Dat hij in dat wit pak zingt met die gigantische letters van Elvis achter hem. Ja. ja dat hem zo, uh, omdat dat zo mega dramatisch is, maar ik vind dat wel een heel cool nummer. En hij zingt dat ook heel goed. Die hij heeft zo'n heel mooie, beetje rauwe stem daarin. Dus dat vond ik altijd een heel tof nummer. Kun jij dat een... zingen? Kun jij Elvis zingen? Ik kan Elvis zingen, ja. Ik heb dat ook gedaan. Ja, je hebt dat heb, gedaan. Ik, Juist. Ik heb, ik heb vier nummers gedaan toen op, uh, op een Elvis-tribute. Omdat je toen zoveel jaar dood was. En is ja. er in de Roma een grote geweest dat de Koen had georganiseerd: Johnny Trash. Juist. Je hebt dat georganiseerd en je had gevraagd: wilde jij ook een paar liedjes zingen? En dat was, wie was daar allemaal zo? Dat was echt Helmoet Lotti, Guido Belcanto, um, Paul Michiels. Dat was echt, echt wel een nobekend bekend volk. En de Pieter Hauer van de ja. Seedsniffers, die het drumde toen. Dat waren allemaal rockabilly dudes die dat, dat ook in elkaar gestoken hadden. Vandaar dat ik het ook wou doen, omdat ik wist van ja, dat zijn wel Klopt, dat de goede gasten. Ja, ja, ja. die, die, dat, die dat voor de goede reden willen doen. En dat was ook een hele toffe avond. Hé, hey, alles... jij jouw toert nu met de, met de Doors. De doors zou, je, ja. zou je zoiets willen doen met uh, Elvis? Goh, ik vind dat moeilijk, omdat Elvis is. De is, is, um, Doors kunnen nog zowat. Dat kunnen gewoon serieus doen, maar dat hoeft ook niet. Elvis wordt al wat gevaarlijker, vind ik. Dat, ik denk, wordt dat dan een beetje een karikatuur of wordt dat dan. Zo, wie heel dicht bij mijn stem ligt, is Jim Morrison. Dus ik kan heel gemakkelijk Jim Morrison zien. Ik ja, ja, ja. moet daar niet te veel voor doen. Ik hoef ook niet te veel om mijn stem te veranderen. Terwijl Elvis gedoe automatisch. Ik kan hem zingen als mezelf. Maar gedood automatisch een beetje een imitatie. Ja, ja, dan wordt het wat... Voor een of ja, andere ja, ja. reden. En het wordt, ja. het, dan wordt het misschien een beetje stom of zo. Terwijl voor een avond voor vier liedjes. Ik heb toen If I Can Dream gedaan. Ik heb ja. toen uh, A Little Less Conversation gedaan. wat ik ook ja. een heel cool nummer vind. Sowieso. Waar Junkie XL trouwens een hele, hele goede versie remix waar van heeft gemaakt. Ja. Um, ik heb uh, toen. Uh, oh, let me be your teddy bear. Ah, ja. uh, um, dat heb ik gedaan. En ik heb toen ook nog uh, Trouble. Trouble, was ah, ja. Ook een van mijn favoriete Elvis, you You're looking for trouble? Da, da, -da, 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 -da. You came in the right place. He, dat komt het King Creole uh, dat ja. nummer. En dat is, een, dat is een mega cool nummer. Trouwens, ook ooit heel graaf gecoverd door Danzig. Ach. Je hebt dat ook gedaan in een tijd dat hem nog kon zingen. Want uh. dan zie je trouwens een volledige Elvis coversplaat uh, uitgebracht. Nog niet zo lang geleden, een is jaar dat? of twee terug. Ja, ja, nooit kopen. Dat, dat is uw nonkel, dat Elvis zingt op een feest uh, gebakteur. Ge niet zo'n hele goede band. Oh shit. Ja, dat is vreselijk. Terwijl ik dacht, als je dat nu gedaan had, als je jonger was. Ja, Dat zou wel heel cool geweest. Want Danzig heeft bijvoorbeeld ook een nummer dat heet uh, You and Me of Less Than Zero. Van de soundtrack van de film Less, Less than, than, than Zero. Een ja. nummer moet je eens opzoeken voor mensen die dat Danzig misschien graag horen. Dat nummer heet You and Me of Less Than Zero. En dat, uh, dat is de, uh, Glenn Danzig en de uh, Power and Fury Orchestra. En dat is eigenlijk een heel 50s Roy Orbison-achtig nummer. Ja, ja. Want dat, dat is pijnlijk als je daar hoort dat je denkt. Je had ooit zo'n plaat kunnen gemaakt hebben als je dat wou. Hè? Ja, 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 en dat ja, ja. zou ook iets heel graaf geweest zijn. Maar dat was wel heel duidelijk voor die een tijd. Ja, en nu, um, nu doen we het wel en nu kunnen we het eigenlijk niet meer. Je hebt ook bijvoorbeeld uh, dingen, hoe wet dat nou weer? Daar heeft Elvis trouwens ook een hele coole versie van, uh, Run On. Um, dat heet anders als Moby, dat doe, maar je kent dat nummer. Go tell that lonesome rider, go tell ah, that yeah, yeah, Run on for a long time. Maar daar deed Elvis ook een... Uh, Run on for a long time, run on, ducking and dodgen en zo dat. Ja, ja, ja. Je ja. hij ook een nummer dat ook in de film komt van Baz Loerman: Poke Salad Annie. Poke Salad Annie. -da -da -da. Dat is zo die jaren zeventig, uh, ja. Elvis. Met heel veel blazers en heel veel gedoe. Ja. Um, veel van zijn beginliedjes vind ik dan dingen zoals That's Alright Mama, heel graaf, Blue Moon of Kentucky. Uh, goh, man, er zijn zoveel nummers dat hij gedaan heeft die cool zijn. Maar zelfs die, die jaren zeventig... alleen die eind 60, begin zeventig periode. Die, die, die Vegas periode, ja, dat komt wel suspicious minds uit. Uh, voilà. de top vijf van de, ja. van de, van de mensen die wij volgen op ja. uh, Instagrams. Op mm -hmm. de vijfde plaats... Uh, uh, ja, ik heb iets van uh, dertig uh, stemmen gehad of zo. Niet zo heel ja. veel. Uh, ik heb het ook heel snel tussendoor gedaan. 30-40 stemmen. Uh, op de vijfde plaats Viva Las Vegas. Bright lights, here they're gonna set my soul. K, ja, goeie nummer. <laughs> er heeft is ook een versie van... Die heel funny is, by the way, de Dead Kennedys. Ah, ja, ja, is ja. Van... Bright lights, here they're gonna set my soul. Viva Las Vegas, hey, hey. Die hebben ook er zo'n een, zo een bullshit <laughs> ja. van, hè. Je, Jello, Jello Biafra. Biafra. Maar wel echt heel cool. Maar, maar ja, dat is wel een goeie nummer, Viva. Ja, dat is een goeie ja, nummer. Zeker. Uh, op vier, Suspicious Minds. Ook een heel schoon nummer, hè. Vind ja, ik vooral wat... heel goed in de versie van de Fire Cannibals. Fine Young uh, Cannibals, inderdaad, ja, ook heel goed. Want ja, dan dat is dat natuurlijk een... wel, al die nummers zijn door iedereen uh, gecoverd geweest. God in a trap. cow. Ja, dat is, dat het... a... ja, dat is ja, echt goed. heel cool. Op de ja. derde plaats staat Hound Dog. Ja, ja dat is ook een heel graaf nummer. Hè. You ain't on a hound dog. Dat is echt... daar is, uh, is een heel goede versie van ook, trouwens, op die 68 Comeback Special. Want dat begin is een medley, hè. Dan gooit ze hem zo'n ja. hele nummers ja. door elkaar. En daar zit dat ook in. En dan heeft hem ook zo wat die rauwere stem. Ja. En die, die uh, arrangement, dat is een heel jaren zeventig ook. Hè? Zo ja, ja. Jaren, eind jaren zestig, zo swinging sixties, hè. Ja, ja. Want dat was ook... Hè, dat komt ook in de film, dat hem die gasten gaat opzoeken, die coole, hippe producers, van, hé... Hey, uh, ja, dat is ook zo grappig dat hij zo zegt: Wat vinden jullie van mijn carrière? En dat die gast zegt: It's in the toilet. Hè? Ja, ja, ja. Dat hij ook zo om kon met die eerlijkheid. En er ja, dus is zo'n ook... scène gedraaid ja. in het oude Hollywood. En dat is ook zo mega. je nee, denk van. No way in hell dat dat daar was. Ja, die zit dan op de Hollywood-sign, maar de Hollywood-sign is ook zo'n verroeste, nauwe roemel. Maar dat gaat dat zijn Hollywood-carrière niet zo goed gaat. Ik bedoel, het is zo voor de hand licht allemaal. Het is allemaal heel één op één, maar op zich wel ziet er zo goed uit. Fantastisch. Het goed gespeeld dat ik het niet erg vind. Want trouwens, die gast, een van die gasten die dat trouwens gedaan heeft, wacht, dat heb ik opgezocht. Dat was echt heel funny. Wacht, hè? dat gaat dat ga jij ga grappig vinden. Ja. Omdat dat ook nog een, een, uh, een link heeft met iets dat jij ook heel tof vindt. Er is namelijk een link tussen een van die, van die um, producers die dat, dat toen gedaan hebben, die twee gasten, hè? die ja, twee ja. coole dudes. Here uh, we go. When approached by Elvis to work on his 68 comeback special, Steve Binder eh, was one says he doesn't really work on Christmas specials. The year after Elvis died, Binder would direct the Star Wars holiday special, often regarded as the worst Christmas special <laughs> ever made. That's <laughs> wel leuk that dat er I dacht, should even. even uh... yeah, 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 yeah. Maar het coole Die was zegt, ook dus ik doe geen Christmas specials en fucking Tien jaar later doet het de, de, de slechtste ergste van ze allemaal. Ja, van allemaal. Dus misschien wel goed dat hem Hij ja dat dan ook echt beter naar zijn eigen advies geluisterd. ja. Um, ja. Maar het, het, het Toffe was ook wel wat, wat in die film een beetje gesuggereerd wordt, dat ze deden alsof ze een Christmas special aan het opnemen waren, maar achter de rug van Tom Parker waren ze dan. En de sponsoren, dat niet, ja. Dat is ja. niet helemaal zo gegaan, maar wat Tuurlijk. dat wel was, was ze hebben die gewoon altijd uit de studio gehouden. Je ja. dus had nooit een idee wat je daar eigenlijk aan het doen was. Ja, 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 ja. Oh ja, het zal wel lukken, want je is dat aan het opnemen. En ineens bleek dat je daar in een zwart pak uh, de zat te zetten op het podium. Ja, en niet meer een kerstmuts liedje zit te zingen met kinderen op zijn schoot. Inderdaad, maar inderdaad. dan wel wat. Well, natuurlijk ook wel was en dat laten ze dan in de film een beetje zien, maar dat, dat bleek Tom Parker dus een forte ook wel te zijn, zal ik zeggen. Dan zet hij natuurlijk krediet op eisten vanaf het moment dat hij succesvol was. Ja, ja. ja Iets ja. waar managers altijd goed in zijn. Die zijn altijd met de noorderzon verdwenen als het minder goed gaat, maar als het goed gaat dan. Hij spreekt hier het spreek klaar. Niet met uitervaring. <laughs> Ik uh, ga mij daar verder niet over uitspreken. Fucken, dat mag juridisch mag dat niet. Maar, uh, maar, uh, nee, nee, maar ik wil gewoon zeggen, dat is, dat is een algemeenheid tuurlijk, eh, bij, bij managers. Die dat, dat graag doen. En, en Tom Parker is wel een klein beetje het prototype van de moderne manager. Ja, ik denk en dat, dat hij uh, heel veel goed en slecht gedaan heeft voor Elvis, maar ook heel veel slecht gedaan heeft voor, voor heel idee, veel andere artiesten. Het, en het idee van, van managers. managers. Ja, dat uh, was een gast hier wel, want die heeft een aantal dingen bijvoorbeeld gedaan. Hè. Die heeft een, een ongezien bedrag um, uh, gekregen voor Elvis om, om tien minuten te gaan zingen op Frank Sinatra, zijn show. Die heeft dat onderhandeld en dat was naar nou, het schijnt... Ja, Elvis was natuurlijk zo hard hot property... Dat ja. Frank Sinatra wist, ja, ik ga mijn kijkcijfers verdubbelen, gewoon puur dat hij er is. Ja. Dus ze hadden het ervoor over. Maar dat was in die tijd, ik weet niet wat het was, maar het was een on, ongezien bedrag of zo. Ja, 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 ja. Het is belachelijk veel geweest voor 10 minuten. Ik denk dat ik het hier ook ergens gelezen heb. Maar het is, het is ja, hè, omdat dat ook natuurlijk uh, Sinatra, het zijn eigen, ook heel hard uitgesproken over rock'n'roll en hoe ja. vreselijk dat hem het vond. Dat was een van de grootste vocale critici. Dus ja, het feit dat die Elvis zo graag wou hebben op zijn show. Maar en toen, dat... het, het, het logische is natuurlijk, omdat dat toen nog niet bestond. Nu, nu zijn oude artiesten moeten zich niet meer uitlaten over jonge artiesten. Want je bent gewoon niet meer mee, het is niet zo erg, je bent niet meer relevant. Maar dat waren toen de eerste. Hè? Ja, ja, ja. ja. Dus, dus, dus... Die hadden, die, die, dat is ook zo. We, we hebben ook, Elvis is ook een van de allereerste. Hè, want... Want dat is, wordt vaak gezegd, dat was een van de eerste supersterren. Dat is niet natuurlijk, was Sinatra ervoor ook heel groot. Bing Crosby, hey, Bing Crosby ook super groot, maar wat dat wel Elvis sowieso de eerste was, dat was Beatlemania voor de Beatles. Dat ja. was een soort cultureel fenomeen waar jonge mensen gestoord van werden. Waar ja. iedereen dacht. Plus ook, waar verschillende meisjes. Ja, en en als dat, dat, het volgende zich aandient, dat jij daar dan jaloers op bent zoals. Sinaten op Elvis, Elvis op de Beatles, enzovoort, enzovoort. Ja, ja, dat is logisch, maar ook nu is dat voorspelbaar. En nu doen mensen dat ook niet meer. Hoewel, zo nee. die waar oude zakken die zeggen: dat is geen muziek. Goh, dat weet ik niet. Ik, dat ik, ik, altijd, denk, ik denk dat dat van alle tijden is. Ja, ik denk, denk dat. dat je nog altijd van die dingen krijgt, hè? Of, of we zullen het anders doen met films. Ja. dat je toch om de vijf botten zal Scorsese of James Cameron of zo wat ja. nagen uitlaten over Marvel films en Zelfs dan weet je wel eens Scott heeft ook zoiets gezegd en denk van jongens nee en dan nee, je, nee. je denkt mannen net echt tolle grave films gemokt en zo. Ja. je kunt niet, niet nobody stays on top forever en dat zal ook niet met Marvel zijn want dan nee. merkte nu al heel hard die gewoon serieus iets in gang mogen steken. Die moeten iets uit hun hoofd trekken om, het, want, om, het, om ons nog geïnteresseerd te houden. Deze dit is hopeloos. Dus, dus en je merkt alle... dat ze al aan het doen zijn hè, met She-Hulk en zo. Dat ze echt zo andere dingen zat proberen zijn. Omdat het, omdat het gewoon heel repetitief wordt. Goed, we gaan mm -hmm. nog eventjes onze top 5 afwerken. Anders dan blijft die hangen. Dus mm -hmm. op 3 stond Hound Dog. Op 2 stond In The Ghetto. Of staat In The Ghetto. <laughs> wel een grappig nummer, een nummer dat Elvis eigenlijk nooit leuk gevonden heeft zelf. Is dat? Uh, de, de, ja, dat was een ding, maar dat ze van zeiden, ja, het moet een uh een beetje een sociaal relevant thema hebben. En Elvis wou daar eigenlijk altijd een beetje van weg blijven. He, die, okay. die, voor hem was dat nooit het, het, het ding van, mijn muziek moet hier een vehikel zijn voor een, een soort politiek idee of zo. Nee, ja. Of een, of een soort, he, en dat was zeker in een tijd ook met een hele noop van die ja, protestzongs Dat was een, een hele ja, 60, periode popdelen, waarin, dat, ja. dat, waarin dat allemaal uitgekomen is. Dus hebben ze hem dat laten doen. Hè? En dat is ook een grote hit geweest in The Ghetto. Ja. Maar hij was wel nooit echt enorm fan van dat nummer zelf. Hij vond dat een beetje too on the nose. Dat was iets ah, ja. dat hij eigenlijk niet heel graag deed. En, ja, en, maar wel... Maar, uh, maar ja, ja we blijkbaar... Nice on a golden gray Chicago morning a hungry little baby child is born in The Ghetto een beetje, een beetje nogal, nogal schmaltzy, bedoel ik wel. Schmaltzy? Ja, zo wat schmaltzy. There's well, mama crying. Well, there's one thing that she don't need. It's another hungry little mouth to feed. In the ghetto. <laughs> dat, dat is allemaal zo... Ja, ik vind dat wel grappig. Maar dat heeft ook zo'n arrangementen die zo wat... In the ghetto. Dat is zo een beetje... Wat zit die naam aan het doen? Want de ik denk cool, dat is ook cool. Want dat is wel een graaf nummer. Ja, ja, ja. Dat, dus, dus dat is ook wel... want, want dat is, dat is een beetje zoals dat thema heel hard denken. Dit is een mega rare sprong in mijn kop. Ja, nee, doe even, ik moet even meegaan nu. Fokken, ja. Joy Division. Hè. Ja. We hebben eigenlijk altijd gehad hoe die op plaat klonken. Je ja. hebt me altijd gezegd: wij klinken veel heavier. Deze is echt een, hè, die koude, eilen, rare, beetje ja. dunne productie. Martin Hennett. Ja. Maar Martin Hennet heeft wel de Joy Division sound gecreëerd. En die hebben achteraf ook allemaal toegegeven. Allee, de overlevenden dan: hè, New Order, die, die zeiden allemaal wel. Ja, dat is wel de sound. Zo. Dat dat ja. niet zo geklonken als wij ons goesting hadden gehad. Maar dan was het waarschijnlijk ook niet zo revolutionair geweest. Nee, 100%. En ik denk dat bij Elvis met In The Ghetto, om nu een hele manke vergelijking te maken, maar dat is een nummer dat hij zelf niet zo leuk vond, niet zo fan van was, maar dat hij wel bijgedragen heeft, die is een legacy. Dat is 100%. wel een nummer waar iedereen van zegt, ja, maar dat is eigenlijk ook een heel mooi nummer over arme mensen en ghetto's. En ja. dat is een schone tekst ook. Hè? Ja. En hij roept ook op naar zich mensen, zet is wel liever voor elkaar en help elkaar is. Dus die tekst blijft eigenlijk ook nog altijd heel mooi overeind, zelfs na al die jaren. Maar het is niet iets dat hem gezongen heeft omdat hem zoiets had van: deze is een nummer dat ik moet zingen, nee, maar voor nee, nee. het. dat was niet het geval bij Elvis. Ja. 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 Goed, en op de eerste plaats. Uh, kun je het raden of uh, het is niet Blue Shade, suit, blue shade shoes? Blue suede shoes. Uh, het is Jailhouse rock. Jailhouse Rock, ja, dat is. Um, ik denk dat dat ook zijn eerste hitfilm was, denk ik, Jailhouse Rock. Hij heeft wel films ervoor gemaakt, dat is niet zijn eerste, maar ik denk dat dat de eerste was dat een, dat een hit was. Kan uh, fout zijn ze. Ik, ja, ja, dat kan klopt. fout zijn. Jailhouse Rock um, is van, is van uh, 57. Ja. Uh, nee, ja, uh, hij had in 56 al Love Me Tender. Ja, ja dat hit. was een film die in een andere titel ging hebben, maar hij heeft Love Me Tender gekregen omdat de hit Love Me Tender daar ook in komt. Is dat echt? Ja, ja, dat is echt, ja. Dat is, uh, dat is. dus. Um... Maar hij heeft natuurlijk, hij heeft, ik zie het hier, hij heeft 31 uh, films gemaakt. Mm -hmm. uh, maar zit, dat zijn allemaal films waarin hij die ook zingt. Uh, uh, was het een goede acteur of die of, of echt? Um, dat was een potentieel goede acteur. Die heeft uh, ene film uh, gemaakt en ik kon nu even kijken op. Uh, allee, eigenlijk twee, maar één dat echt een hele goede is. Ja. Waarom zelfs uh, vergelijkingen kreeg mee? Houdt u vast een jonge Marlon Brando? Hola, um, ja, no shit. En dat is de film. Uh, wacht even, ik ga eens even kijken. Dat is iets mee. Um, hij speelt daar een een, uh, een halve Native American in? Hey, zo, zo en hij, dat, is West, dat is een Western. Nee. Uh, God damn it. Wacht, ik ben hier weer aan het knoeien. Hè? Ja, dat gaat in de jaren 60, zijn, jaren, midden jaren 60 zijn ergens. Ja, het is, het is in ieder geval, dat is, uh, ik kan hem even vinden zo, momentje. Is dat Bake? Nee. Nee, dat is het ook niet. Het is iets met Arrow, uh, zoek de... Iets met Arrow? Uh, ja, ik denk het, wacht hè. Uh, 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 Wat vind je dit? King Creole? Nee. Nee, dat is ook, dat is ook gewoon een, een musical. Oh, dat is uh. ook een mu ah, ja, dat is ook een musical. Wacht, hè? Oh, list, movie list. Ik kom het u direct weten dat dat We hebben trouble with the girls. Chero? Chero? Nee. Wacht, hè? ik kom zie ik niet. Flaming Star, sorry, het was niet ah, Flaming Arrow. Star. Flaming Star. Flaming Star is een film waarin dat hem. Uh, die heb ik ook gezien. Dat is zo'n film waarin dat hem. Etkes, hij heeft eigenlijk zo twee, twee films gemaakt die. die um, die zo een beetje serieuzer waren. dat hij okay. eigenlijk een beetje een de, 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 de echte acteur in wou zijn. Die wou niet alleen maar zo de. de ja, Elvis is nu een racecar driver. Nee, en ja. Hij precies. Is een, hè, nu is hem een rodeo ster <kugst> nu, is hem, hè, nu, nu duikt hem van Rotsen af in Acapulco. Eigenlijk van in Acapulco. Zo, oh joh. Dat wordt dat soort Fleming vorms. Star is uit 1960 gemaakt door Don Siegel. Ja. En Don Siegel heeft Dirty Harry gemaakt. Ja, dat is ook een hele goede film. Dan moet ik dat zien, natuurlijk. En die, allee spoiler alert, maar die gaat ook dood op Tinder. Die speelt echt een beetje een tragische rol. Ja, nu heb je het verpest. Ja, man, sorry. Hij is maar van 1960. Dus ja, te vroeg. Maar, too soon, man. Maar ik denk Flaming Star en ik denk ook Wild in the Country, dat is een andere. Dat zijn zo twee westerns waar dat je niet meedoet. Ah, ja. Flaming Star zingt hem ook. Hè. Maar ja. daar, daar zijn die liedjes niet um, zozeer choreografieën als een moment dat hem gewoon aan een kampvuur zingt. Of dat je dat voelt van, en hij speelt daar hè, een, een halve Native American in, die dat dan ook um, een beetje een tragische held is. Ja, ja. Dus, en er werd wel gezegd dat hij eigenlijk een goede acteur was. Ik kon dat aan zien, want ik vond die ook zelfs in zijn crappy films, hè, en dat waren er een hele hoop. Ja. Die was leuk. Die kon, die had goede humor, die had een, een, een manier van spelen. Dat, ja, op den duur haten hem die films wel met een passie. Mm. Maar een van zijn beste, bijvoorbeeld, in die, in die leuke Elvis Bullshit films. Ja. Dat is Dingen, um, hoe heet hem nou weer? Uh, Viva, Las Vegas. Oh ja, Viva echt, Las Vegas. Dat is echt ja. een goeie. Ah, dat is ja. een hele leuke. Hè? Dat is ook met de sexy dansscène met um, Anne Margaret. Waar ah, zelfs ja, ja. Priscilla, naar het schijnt, zei: Ik weet dat ga je die aan het neuken zijn, Want dat is ja, overduidelijk. Ja, ja. Hè? Je hebt er ook een, en dan ga ik nu kon ik proberen om, om, om te zien welke dat, dat is. Want daar zink ik nooit goed mee. Die net die er ook zo ene dat een beetje James Bondig is. Ach, dat dan ook wel een, een soort half een beetje secret agent-achtige gast die speelt. Um ook wel funny, omdat hij zo Elvis was trouwens ook een karateka. Hè? Ik weet niet of je dat wist. Ja, ja. Hij heeft jarenlang getraind bij uh, Don, uh, Ed Parker. En Ed Parker is een oprichter van American Kempo. Hè? Dat is een gast uit Hawaii. Ja. Die zo'n een heel grote karate-school opgericht. En Elvis was zo zevende dan of zo. Maar dat is zo bullshit. Je hebt gewoon die een band gekregen. Ja. Maar die kon wel iets. Dus niet dat je niks kon... En er zijn ook momenten in een aantal van die films dat er vechtscènes in zitten waarom dat wel Doe, Er doet hem ook zo wat een karate-move. Ja. Dus dat is ook wel grappig, want ik heb dus al die films gezien vroeger en ik haal ze allemaal door elkaar, want ik heb die om de week gezien op de BBC. Vroeger hadden we ja. op BBC 2. Was jouw vader Grote Elvis van? Die kon je wel aan. Um, er is al nooit mega fan geweest zijn van zijn muziek. Ik hoorde dat veel liever dan hem. Ah, ja. Ik ben eigenlijk heel uh, uh, verliefd geworden op Elvis. Ik, ik ben ermee opgegroeid. Hè. Dus, dus al die films op BBC heb ik gezien als klein manneke elke ja, week. Ja. Ik vond dat ook heel leuk. Ik, ik vond Elvis gewoon een coole vent en dit en dat. Maar de coolheid van Elvis is bij mij eigenlijk pas binnengevallen met die film Wild at Heart. Waar, ah, uh, dat Waar, Nick, Nick, waar, Nick, Elvis waar Nick Cage eigenlijk Elvis speelt. Maar die ah, speelt ja. je ook als zo'n coole. Eh, Honey, are those toenails dry? Yeah? We got some on to do. Dat zei ik altijd <laughs> tegen mijn mama voordat ik uitging. En dan deed ik zo mijn, mijn kol omhoog. En dan deed ik zo'n de move. En moest mijn moeder er altijd mee lachen. Maar dat was altijd hetzelfde. Maar dat was zo'n ding dat ik... Toen, toen begon ik ook te beseffen, ja, maar buiten die, die funny movie star, die toffe liedjes, he, was ook wel een hele coole vind. Ja, 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 ja. En dan ben ja. ik er ook zo meer en meer over beginnen lezen en over beginnen opzoeken. He. Ik heb denk ik ook nog zo'n aantal van die Elvis beltbuckles liggen dat ik, ik vroeger ook... Daalig. Kreeg. Dus ik was wel... Ik ben altijd wel, wel heel hard meegewist. Dus ik was wel blij toen die film werd aangekondigd. dacht ik, ja. oh, dat kon ik wel in de cinema zien. Ja, ja, en ja. Dat moet, ik, dat moet ik wel daar gezien hebben of zo. Dat ja. zeker wel. Ja, maar dat, dat, is wel, ja, dat snap ik. Maar ik heb dat dus inderdaad nooit gehad. Ik weet ook niet precies waarom die. Hmm. Maar ik ben nu wel. Ik wil een paar van zijn films zien. Maar ik, ik had er een paar besteld. Maar die waren nog niet. Trouwens, nog een klein kort funny. Vooral voor regenverdering al. Een goede maat. Eh, die hebben we al. De, 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 de wind en Howling Bill. Eh, die had ja, ja. een tattoo op zijn arm <laughs> ooit laten zitten. En dat was Blue Hawaii van Elvis. Maar die zijn naam zo Bleu Hawaii. Dat was slecht getatoeëerd. En ah, die had nee, zo, nee. die is zo blauw Hawaii mode en die is zo, Oeh, wauw, dat stond er toch niet dat is blauw Hawaii. Nee, nee, zie en dan was ja, die net dat verkeerd gespeeld. Nee. Dus het was blauw Hawaii plus van blauw Hawaii. Oh, ik vind altijd wel is... sorry. Oh, dat is van het, van het niveau van een Bart Martens en een white thrash tattoo. White thrash verkeerd gespeeld. Wat ook een klassieker is. trouwens. Wat ik hier vind tussen uh... dus een filmografie is dat de laatste film die hij gemaakt heeft heet Change of Habit. En daar okay. speelt hij een personage dat heet John Carpenter. Ah, oké. Okay. Dus Wist en, ik en, niet. En tien jaar later heeft John Carpenter uh, een film over hem uh, gemaakt. Dus dat ook wel is zo... grappig. Benjamin Wittes... Habit, ja, 1969, dat klopt. Ja. Yeah. ja. Trouble with Girls, Charlo was ook een Westerin. Hij heeft wel een paar Westerin zoek gedaan, zo. En wat maar is die James zo... Bond-film? Welke is dat? Oh, dat weet ik niet. Het is zoiets James Bond-achtigs. Zo. Je moet het niet te ver... Het is niet dat, hè. Nee, nee. Maar ik weet niet welke dat is. Ik, uh, je moet het eens een keer zoeken. Maar of het is ook zoiets je... dat hem zo'n zo soort uh, agent-achtig figuur speelt. Ik weet het niet. Die maar... nee. Oh, man. Die is dat allemaal. Dat zo... allemaal ja. De, speedway zou dat die kunnen zijn, want dat ziet er wel zo'n beetje zo'n het? Oh nee, dat is een, een racecar driver. Ah, dat ja, uiteraard. Want dat uiteraard is dan is, die, wat dat is is speedway. Ja. Maar die, 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 wat je ook altijd deed, je had altijd een, uh, een, 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 een film waar dat een, een bepaald ding in speelde. En er kwam altijd een hele knappe griet in, die op dat moment cool was. Ja. Dat was ook altijd. Had, net zoals dan een Bond girl, eigenlijk altijd hè, een of andere vrouw was waar ze van zeiden die moet het nu zijn. Dat had hij ook. Ja, en ik ja, ja. Denk ja, dat ja. Dat zelfs de, en, en zijn love interest in, in die film, trouwens, is uh, Nancy Sinatra, bijvoorbeeld. Ah ja. En nog een andere kerel die je daarin meespeelt is Bill Bixby. Die we ook allemaal kennen als The Incredible Hulk. Als hè. de Hulk, maar dan. Als, uh... Van de TV, David ja. Banner, ja. David ja. Banner en niet Bruce Banner zoals in de, in de comics. Ja. Dus, uh, dus ja, ik zeg het, als je door die films gaat, je komt wel dingen tegen. Alleen, dus dat een je film heet Easy oh. Come Easy Go, ja. waarin hij een Navy Frogman speelt die ook een uh, dus hij is een deep sea diver en een night singer. Ja, maar dat, dat was ook altijd. Hè. Hij, was, hij was een racecar dri driver, maar hij bleek ook wel altijd goed om een gitaar te kunnen spelen in een, uh, in een of andere club of zo. Top, top. Ja, het is, het is, het is altijd heel, heel grappig. Ja, dat is echt een gat in mijn uh... cultuur. En, en ik ben minder in zijn muziek geïnteresseerd, maar ik wil er wel van die films, wil ik er misschien toch wel een aantal kijken. Gewoon ja. omdat ik benieuwd ben uh, wat dat geeft. Over uh, films gesproken, één die ik... Uh, van het weekend nog bekeken heb, in aanleiding, naar, aanleiding hier naartoe is een film uh, die ik echt uh, heel erg leuk vond. Persoonlijk vond ik hem beter dan de Bas Lurban-film. Uh, dat is mm -hmm. namelijk Elvis en Nixon. Die heb ik nog altijd niet gezien. En uh, dat wou ik eigenlijk heel graag zien, want er is een, die hebben elkaar ontmoet. Ja. Hè. Dat, is, ja. dat is echt gebeurd. Ja. Uh, alleen ik weet niet, wat, wat, wat de insteek van de film is toch dat hij zo een of ander best wel belangrijk gesprek hebben gevoerd of zo, klopt nee, dat? Nee, het is komisch, het is gebaseerd op inderdaad... Uh, Michael beurt. Shannon speelt Elvis, hè? is Michael, niet? Michael Shannon speelt Elvis, Michael Shannon is General Zod... Hè, in, de, in de laatste DC Superman films. En uh, uh, Nixon wordt gespeeld door Kevin Spacey. Dus, ja. uh, dus we, hebben Kevin, we hebben Lex Luthor en General Zod... Dat zou in, in een film. Ongelooflijk. Wat wil je nog meer? Dus en, als uh, En, en wat de... moet er wat moet er van gezegd worden? Is dat een goede film? Ik heb me daar fantastisch mee geamuseerd. Uh, niet alleen omdat het ook maar een uur, uh, een uur 26 minuten duurt. Dus dat duurt, ja, ja, ja. Uh, duurt een uur korter dan al de andere dingen. Ja. Uh, uh, Johnny Knoxville uh, komt erin, wat ik al een beetje grappig vind. Dus ja. dat keihard goed. Uh, Colin Hanks, misschien is dat zelfs wel de zoon van Tom Dat is, Hanks. Dat is de, de zoon van, ja, dat klopt. Die, ja. ook altijd, die zie ik ook altijd graag bezig. Ja. Uh, die hebben we in King Kong gezien en in, uh, uh, nog een aantal zaken, Orange Country. En, en het gaat over, Elvis wil per se uh, Nixon ontmoeten, want uh, hij wil een, een soort special agent uh, willen zijn. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en dat is ook wel echt zo, dus hij dacht... Ik word een soort undercover special agent. Want ja. met alles wat er. Want de wereld. Zoals in, altijd. Dachten ze ook toen. Uh, ja, ja, de wereld is naar de kloten. En ik kan me misschien wel infiltreren. in bepaalde drugsmilieus. of Black Panther. of ja, 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 ja. andere zaken die nu uh, uh, gevaarlijk zijn. En ik wil aan de president vragen. of hij mij die uh, zo de special agent-achtige uh, <laughs> ding wil geven. Nixon die zegt: Ja, ik ken die hele fucking Elvis niet, dat boeit me niet. Zeker niet. Nee. En dan doet de, um, de entourage van Elvis. die <coughs> spreekt mm -hmm. af met de, uh, de, de chief of staff mm -hmm. van Nixon. En die zeggen. en zijn dochter dan. Ja, dochter van, dochter van Nixon is natuurlijk een grote fan. Ja, ja, Daardoor ja, ja. krijgen, krijgen ze het geregeld. Oh, en, dan, dus, en dan is het laatste: het, het eerste uur is eigenlijk. Hoe het zo komt. Het speelt zich af over drie, vier dagen. Ja, ja. Het eerste is hoe ze er raken. Dan het gesprek, waarin die ook de uh, aan <laughs> Nixon, zijn karate moves uit uh, ja, voordoet. Ja, 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 ja. Dus er zit echt veel humor in. Het is, of het dan echt gebeurd is of niet. Maar je voelt ook wel wat die personages zijn. Je, ja. voelt, je voelt wel die Elvis, of uh, wat, wat ze van die Elvis proberen maken. Ze dus voelt hoe Nixon. Uh, toch dan wel sympathie begint te krijgen voor die band. Ja. ja, ik heb me daar heel goed mee geamuseerd. Ik vond dat een zeer leuke film. En het zijn natuurlijk twee toppen. Ja, ik vind Michael Shannon altijd goed, hè? Altijd mm -hmm. in alles. En eigenlijk Kevin Spacey ook. Dat mag natuurlijk niet meer. Hij is ook een beetje gecanceld en shit. Maar het is gewoon een van de beste bluff, acteurs. Het blijft een goede acteur. Hè? Ja. Uh, Allee, ja. Daar verandert er niks aan. Vooral niet aan het feit dat hij gewoon een onwaarschijnlijke acteur is. Ja, en, uh, dat is een beetje ook... gelijk, uh, Bill Cosby blijft een goede comedian. Dat was een vreselijke vent, maar dat blijft een goede comedian. Ja, ja dat ja, is dat trouwens dat ook is een beetje... goede documentaire hè, over Bill ja. Cosby. Nou, en, dat ja. schijnt. Ja, die ja. heb ik nog niet gezien. Omdat hij inderdaad echt aangeeft van wat hij allemaal goed gedaan heeft en wat hij niet zo goed gedaan heeft. En dat, dat, ja, dat is één ja, Dat mens, vind hè. ik altijd leuker, hè, om, om, ja. om iets te zien waarvan dat je denkt... Ja, dat is een klein beetje... Eh, ene die dat ook altijd of de hoek geraakt, voor een of andere reden, is Michael Jackson. Eh, ja. waar, die dat toch... toch minder een stigma aan plakt, voor een of andere reden, nog altijd, en, dan iemand als, als, als uh, Bill Cosby. Terwijl wat die gedaan heeft ook niet heel cool was dan. Nee, nee. Ik weet het niet, dus, dus het is, maar het is ook natuurlijk, moeten dan gaan ontkennen dat de, de coole dingen dat die je gedaan heeft, dat die dan niet cool waren. Nee. Dat, is altijd, dat is altijd een beetje wat dat, dat is. Nee, maar dat, kijk, natuurlijk, en dan komen we weer terug bij de oorspronkelijke film, dat is ook een soort mm -hmm. romantische versie van waar, 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 we robotiseren iets. Sommige mensen ja. zijn zo grote supersterren dat dat niet kapot te krijgen valt, zoals Michael ja. Jackson. En maar... ook in Elvis, terwijl natuurlijk ja, wat er allemaal met drugs en hoe die zich gedroeg. En aan het mm -hmm. einde, ja, dat wordt allemaal een beetje ook in die film met een liefde bedekt of zo. Ja, dat is ook een beetje wat je Je hebt ook filmpjes, je hebt letterlijk uh, fragmenten van Elvis die dan de rest van zijn entourage aan het uitleggen is hoe goed dat een of ander griet kan pijpen. Die, ja. die mee op tour was of dit of zus of zo. Dus de, de, het is ook niet dat hij altijd zo mega proper of tof was of Tuurlijk zo. Hè? En zeker, zeker, ik denk dat je Priscilla Presley hè, vraagt wat ze ervan vindt, en zal die ook wel een paar dingen zeggen van. Uh, jo, ja. oh, op dat vlak was hem toch niet zo tof. Aan de andere kant uh, moet je natuurlijk ook ja. nadenken, ik had het er uh, over. Ah ja, ik heb er is een documentaire over Soneda uh, Connor En ik ben er ben wel wel ah, ja. een beetje Sinede van. En die, de, die documentaire mm -hmm. die. Uh, Laat alles zien totdat ze dat uh, van de pauze scheurt. En dan uh, heel, alles wat daarna ja, ja, komt ja. is dan vooral uh, over dat het dan niet zo goed meer gaat. Maar dan laat ze niet meer zien wat voor muziek ze nog gemaakt heeft of wat. Nee. En, um, en, en ja, een vriend van mij, uh, Jess, die zei... Ja, ik vond dat ze iets te positief waren over deed En dat ze alles wat daarna kwam en haar, haar mentale breakdown... Ja, dat zien we dan eigenlijk niet meer. Ik zei Ja, maar ja, als jij wil dat, dat die liedjes erin zitten... Dan, dan moet je al, dan moeten ze het script lezen. Je kunt niet zomaar zeggen. Ik maak een film over Elvis. Of over de uh, uh, Beatles. Of over Queen. Of over uh, dingen. Zonder de toestemming van de mensen die de liedjes uh, maken. Ja, ja. Uh, want uh, dan krijgen die liedjes niet. En dan kun je die fucking film niet maken. Dus, dus de, de legacy van Elvis. Dan zeggen die. Ja, je mag best een film maken. Want dat zit er niet in. Dat zit er niet in. En dat zit er niet in. Ja, of nog erger. Als je de als de, de helft van de band of drie kwart ervan nog leeft. Hè? Ja. We zien het geval van Bohemian Rhapsody. Ja, dan merk je ook heel erg waar er aflotjes overgegaan gegaan wordt van die voilà. periode. Of Om uh, het niet uh, te veel over? Twee daar komt een. Al ja. die films. Want in die Het beste voorbeeld is in die documentaire over de die, heet, die documentaire heet Nothing Compares. Ja. ja. Maar het nummer Nothing Compares uh, to You mogen ze niet draaien omdat de Prince Estate ...dat heeft tegengehouden. Dus in die documentaire die Nothing Compares heet... ...zit het nummer Nothing Compares... ...niet echt in. Hele ja, rare, je, er wordt naar nou verwezen... ...en het gaat over die videoclip... ...en alles zie je, maar ja, het liedje zelf hoor je niet... ...omdat ja. prin The Prince steeds zei... ...dat doen we niet, want ze is tegen God. En dus ja... Uh, uh, ...maar alle liedjes van haar zitten er wel in. Anders kun je er gewoon... Ja, in, nou, ...er is blijkbaar een, een film over David Bowie... ...en ik weet de titel niet, want ik heb hem nooit gezien... Maar de film die gaat over Dave Bowie die gaat toeren. En Bowie had toen geen toestemming gegeven. Dus ze hebben die, al die namen moeten veranderen. Allemaal andere liedjes. Ja, daar blijft er niks meer van over. Ja, nee. nee ik heb dus... ook zo'n. Uh, ik denk dat er op Netflix ook zo'n documentaire stond. Maar dat was ook een non-officieel. En er komt zelfs geen nummer van Bowie in. Nee, dat mag niet. Dat gaat over Bowie. Maar dan worden er zo dus wat nummers uit die en tijd in de achtergrond gespeeld. Maar nooit Bowie zelf. Nee, voilà. Dus dat is ook heel lastig. En dat heeft natuurlijk deze film ook. En dat hebben al die films wel een beetje. Als de nabestaanden of, of de rest van de band nog leeft. Ja, die gaan echt wel ja of nee zeggen. Dan kun je wel mm -hmm. zeggen, ik krijg creatieve vrijheid. Ja, nee hè. Tuurlijk niet. Mm -hmm. Tuurlijk niet. Ja, zeker. Zijn. Want ik denk dat, dat, dat er zal wel waarschijnlijk ergens wel een Bowie-film zitten aan te komen, ook denk ik. Dat lijkt ja. mij wel een logische. Ja, die documentaire was er doen. nu, hè? Die, uh, die trouwens ja. wel heel uh, bijzonder was. Moon Age Daydream. Ja, ja vond ik heel bijzonder. Ja. ja, dat heb ik nog altijd niet gezien. Dat moet ik nog zien. Dat moet ik ja, ik vind ja. Niet, ja, ze spelen niet meer in de cinema. Uh, nee. uh. Maar goed, ondertussen. Het is natuurlijk wel een mythisch een personage, en er worden nog een hoop. Uh, een hoop. Ja, uh, dat blijft tot de verbeelding spreken. Mm -hmm. Ja, en, absoluut. Uh, en en ook, ook. Ja, dat is een, dat is een cultureel icoon. En dat doet ook een soort uiterlijk. Dat. Ja. Uh, wel grappig is inderdaad, als je die vergelijking maakt met die superhelden. Die heeft zichzelf eigenlijk bijna even iconisch gemaakt als dat Superman of zo is. Hè. Absoluut. Dat was iemand waar ja, je van zegt. je kunt zo beelden ophangen van de Amerikaanse cultuur. ja, dan zit er een beeld van Elvis bij. Er zit dat Elvis tussen. Dat, dat kan niet anders. Want die geeft, die geeft ja. het pionierswerk van de muziek aan. Ja. maar ook de eind-Vegas, het potsierlijke. Het zit er ja. allemaal in, hè, die persoon? Ja, en dat was, dat was wel waarom dat hij ook ik denk dat dat ook een van de eerste mensen is die zo met dat extreem soort stardom is moeten omgaan maar zo ja. dat dat gestoord dat je denkt ja hè, ook zo die excessen allemaal zo met een vliegtuig euh, nog ergens vliegen voor zijn favoriete hè, broodje met, met pindakaas pinda en banaan en, ja, en te gaan eten ja er is ook een heel leuk verhaal over Elvis. Dat heeft Frank Skinner ooit verteld. Een Britse comedian die een mega Elvis fan is. Er is ook een hele goede BBC-documentaire over. Ah, ja. En dan uh, zie je Elvis dus zitten onze uh, zijn zwembad. En dan hadden die je had heel dat zwembad laten vullen met gloeilampen. Zo. En dan zie je gewoon met zo'n uh, loodjesgeweer is je zo die gloeilampen allemaal aan het kapot schieten. Ah, ja. Dat was waar zijn nagen dan mee bezig hield. Omdat die zijn aan het vervelen een soort icon was. Hè? Iconisch ja. ding dat Elvis Presley op het tv schiet. Dat moet er ook altijd wel in zitten. Hè? Mm. Elvis Presley op het tv. Dat zit ja. zelfs in die. En dat is echt een beetje slecht gedaan, maar goed, dat zit zelfs in die Elvis vs. Nixon film. Zit ja. erin in dat hij op de tv schiet. Dus dat is ook ja. wel echt gebeurd, dan, denk ik. Ja, ja, die net ook. En, en die was ook, ja. Natuurlijk, op den duur werd hij ook. Je pakte heel veel drugs en zo. Dus dat, dat helpt dan ook niet dat je zo nee, mega paranoid schrijf. wordt. En dat je zo denkt dat alles een Russische spion is en weet ik wat nog allemaal. Dus die was ook een beetje aan het doordraaien. Ja. En natuurlijk ook het ceremonieloze einde van onze goede vriend. Want de king of rock'n'roll is gestorven op zijn troon. Maar letterlijk op de pot. Ja. Ze hebben die zo teruggevonden, plat op de grond, met zijn blote reet in de lucht en een helft van zijn tong afgebeten. Niet oh. echt, niet echt uh, het beeld waar je de baas Loerman... Het feit dat wij dat weten, dat iemand, uit, dat, iemand had, dat, je dat, dat laat je toch niet lekken? Dat ja, wil... ja, dat is toch gebeurd. Dus hè, er zijn zowel dingen. Wat ik nog wel wil aanhalen, wat een heel leuk ding is, dat is een comic en die heet White Trash. Ja... Weet die comic? en Dat is een comic uit de jaren 90, vroege jaren 90. En het grappige eraan is dat het, is een soort, het hoofdpersonage is een soort Axel Rose, die, op, die aan het liften is naar Hollywood, omdat hij terecht wil komen, hij wil ster worden in een rockband en zo en dat. En die wordt opgepikt door een gast terwijl hij aan het liften is en die gast is eigenlijk Elvis. Uh, de, de niet, king, dode, niet gestorven Ja, die wordt, die wordt niet vermeld bij die naam nooit. Maar er komen duizend en één dingen in die duidelijk maken dat die dat is. Maar dat is een, een psychopaat. Allee, dus Een gastje dat ook echt mensen afknalt en, en, en ja. dat soort dingen. En die is ook mega funny. In, ja, die is super politiek incorrect. En die heeft dan ook zo'n plek. Ergens in zo'n toxic waste-stuk desert, waar je dan een, een plek heeft waar je naartoe gaat. En dat heet dan Disgraceland. Oh, la! Ja, ja. Het is, echt, het is echt mega funny. En het, het eindigt met een grote comeback van hem in, de, in Vegas. Dat hij met een gouden pak, wat hem ooit ook had. Hè. Ja, ja. Zo, ik denk dat je zo'n zo een, een plaat, die heet 50 Million Elvis Fans Can't Be Wrong of zoiets, denk ik. Dat is hem met dat gouden kostuum dat je dan aan heet. Maar dat figuur dat hij daarin speelt is echt fantastisch. Omdat dat echt ja, dat is, dat is een psycho is. Echt letterlijk. En er is ook nog een hele mooie cameo van Elvis in Preacher, by the way. Ah ja. Er is ook een bepaald moment dat. Uh, ik denk, denk dat het Jesse is, maar ik weet het niet. Iemand stopt de liften en wordt meegepakt door een gast en alles wat hij zegt in door ah dat is eigenlijk Elvis. Nou, dat is wel... zo, dus dat, dat is altijd tof als je zo als ze zo wat van die culturele verwijzingen doen. Wel, Kilmer speelt Elvis in True Romance, hè? Klopt, ja. En, uh, Klopt. en die film uh, over Bowie zonder de liedjes van Bowie heet Stardust uit 2020. Ja, dat is hem. Dat is hem. En dus, dat, uh, is, uh, voilà. dat is Dat uh, ja. is tot zover uh, onze uh, Elvis uh, uh, tribute. Yes. Inderdaad, gestorven op het toilet uh, met zo, uh, zo, ja uh, Dennis Leary maakt daar een mopje over en zo. Dat, dat iemand dan de doorspoelt en zo Oh, dat had ik nog kunnen verkopen. Ja, ja. <laughs> die kak... De laatste drol van oh, Elvis. Oh, die kak had ik kunnen verkopen. Ja, ja. inderdaad. Maar uh, helaas. Uh, ja, voilà, uh, voor de mensen die, uh, die uh, biografische films gaan, gaan... Kijk zeker naar de, de Elvis-film. Het hm. uh, 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 yeah, geeft wel... Ik, ik, heb dingen, ik ben dingen te weten gekomen die ik nog niet wist uh, over Elvis. Ja. Jij wellicht minder. Jij, jij, jij wist alles Ja, alsof. maar het was, was wel mooi om te zien. Het was cool. En, en er zijn een aantal dingen... Ja, natuurlijk, het nadeel als je te veel weet, is ook dat je soms weet wat bullshit is. Hè. Ja. ja. Dat je kijkt en denkt, oh, hier hebben ze gekozen voor de gemythologiseerde, geromantiseerde versie ja. van een verhaal. Maar het is wel heel goed gedaan. En Austin Butler, uh, denk ik wel een beetje star-making performance ook wel. Zou die, wel een Oscar moeten krijgen Je gaat nu um, vooral uh, meedoen in de nieuwe Dune. Hè. Dus Dune deel 2 ah, ja. speelt, speelt hij uh, Fade Routhout. Figuur dat door Sting gespeeld werd. Oké, okay, de, ja. De te klappen... Ja, de dus, de, ja. de good-looking nephew. Hè. De, ja, slechte, al, de slechte ja. neef van de Harkonnens wordt gespeeld door hem. Dus hij wordt eigenlijk de grote eindtegenstander. Dus daar van. was hij al voor voor voordat dit uit is? Ja. Oh, dat weet ik niet. Dat kan, dat kan wel dat ze daar waarschijnlijk al mee bezig waren, maar dat was in ieder geval nieuws toen dat die film uh, uitkwam. Of zo, right. dat, dat ging doen. Want Florence ja. Pugh zit er ook in. Hè? Die, ja. die, die doet dan Princess Irulan. En uiteraard Zij speelt de dochter alles... van de... Uh, ja, ja. En om nog een klein grappig dingetje te doen, je hebt uh, het nummer uh, Weapon of Choice van Fatboy Slim, waar ja. Christopher Walken alleen in een stoel zit in een hotellobby en dan begint te dansen. Dat hele die videoclip eigenlijk hem is dat danst en daar zit een zin in. If you walk without rhythm, you won't attract the worm. En die speelt nu Shaddam the Fourth in Dune. Dus eigenlijk een zin uit Dune. ...in een videoclip met Christopher Walken... ...en Christopher Walken speelt jaren later. De cirkel in, in, in is June. rond! De cirkel is rond. Mooier konden we niet. Dus Christopher Walken speelt dingen. de emperor. Ah ja. Ja, je speelt de emperor. Hey, ja. als nou iemand de emperor moet spelen... ...is het wel Christopher Walken. Dat zal godverdomme wel zijn. Palauk dat uit. zal wel zijn. Tot zover onze Elven special... ...die ineens over Dune ging. Maar zo werkt het. Dat. Zo gaat dat. <laughs> Bradley, you have, you have to rub it. Zo. Daarom heb ik geen films gekeken... ...omdat daar nul uh, science-fiction... Elvis Presley heeft geen science-fiction film Dat is eigenlijk jammer, hè. Elvis in Space, Elvis was, wel, space was wel een gemiste, gemiste kans, kans. Gemiste kans. Gemiste kans, ja. Ik ben blij dat zijn, zijn acteur het nu uh, wel doet, hè? die Austin Butler, dat hij wel gelijk in Space zit. Daar ben ik blij ook. Ik wel. Right. Dus het is toch een beetje Elvis in Space, oh, eigenlijk. Voilà. All right. Alex Agnew, enorm bedankt voor het gesprek. Uh, zeer graag gedaan.